Een hele goedenavond allemaal. Wat leuk dat u er bent. U mag allemaal een lekker plaats gaan nemen op de stoelen hier. Want dat is wel zo gezellig en wel zo handig. Het wordt een boeiende avond met heel veel leuke gasten. Natuurlijk uiteraard uit Eindhoven en omgeving. Dus kom vooral lekker naar voren toe. En neem plaats op de stoelen. En dat gebeurt, dat gaat heel goed. Ja, en dan gaan wij zo eens even beginnen met een heel mooi programma. Maar ik wil eigenlijk even als eerste een geweldig applaus. Ja, voor 30 jaar, hè, zijn jullie al de rockband van Eindhoven. 31 jaar, Betty Blue! Ja, en niet weglopen, hè, want jullie zijn natuurlijk uiteraard onze huisband vanavond. Hè? Dus we gaan nog heel veel van jullie horen. Ja, en misschien vraagt u zich af, wat doet Lucille hier nou vanavond? Nou, ik kan u vertellen, ik ben geboren in Eindhoven. Ik vind het werkelijk een prachtige stad. Ik ben op de Remenslaan nummer 17 geboren. En iedere keer als ik hier naar Eindhoven ga, dan denk ik, dit is echt de stad van innovatie, van vooruitgang, van design. Ik heb al zoveel boeiende gesprekken ook gehoord over de robot die toch echt in opkomst is. We gaan er dadelijk over praten. Maar mijn hart ligt echt hier. En als ik door Eindhoven heen rijd, dan denk ik ook altijd aan de treinreizen die ik altijd maakte van Eindhoven naar Hilversum. Toen ik als verslaggever werkte voor de 5 uur show. Wat toen nog gepresenteerd werd door Viola Holt en help me even. Viola en Catharine Keil. Dat ik dacht, ja, dit is toch echt wat ik wil in die spotlights. Nou, kent u dat spelletje Lingo nog? Mist u dat ook zo op tv? Ik heb goed nieuws. Nee hoor. Ja, Matthijs heeft me gewoon van NPO 1 weggekikt. Dus die moet ik nog eventjes hebben. We gaan vandaag een soort wereldraaddoortje doen. Hè? En dat wordt hartstikke leuk. Maar dat doen we natuurlijk met allemaal hele bijzondere gasten. En u mag zich her en der natuurlijk uiteraard een beetje mee bemoeien. Laten we eens eventjes beginnen met toch wel eigenlijk een heel bijzonder filmpje. Want Lodewijk Asscher is vandaag natuurlijk in het zuiden geweest. Hij heeft Venlo bezocht. Hij is in de middag in Eindhoven geweest. En hoe ging het er allemaal aan toe? Heb jij vandaag ijsschijf mee gaan spijken? Nee, ik heb geen ijsschijf. Hey, ik ben lekker met pensioen. Ik mag hier gaan staan. Oh, dat is heel mooi. Ja, dat is heel fijn, hè? Ik heb een half middag krijg nodig. Oh, oké. Okay. Meneer! Heeft u vandaag ijsschijf of bent u gewoon aan het spijken? Zeker geen spijbelen. 100% campagne dit. Niks aan de hand. Heeft u bewijs ervan? Nou ja, Partij van de Arbeid. Campagne 21 maart. Stemmen. Ja, dames en heren, mag ik even een groot applaus voor Lodewijk Asscher. Ik weet even niet wie. Och, daar ben je. Ik zat je al te zoeken her en der. Ik zat tegen het licht te kijken. Hi, wat fijn dat je er bent. Ga lekker zitten. Ik heb toch even een eerste vraag, Lodewijk. Zag ik je nou serieus? Heb jij vanmiddag geschaatst? Ja, we hebben ijs en vis moet men nemen als er is de uitdrukking. En is eigenlijk de eerste dag echt natuurijs. Dus toen wij gisteren het programma zagen, zei ik, kunnen we misschien ergens even stoppen om te schaatsen? En toen kreeg ik een tip. Ik had het op Instagram gezet. Ik kreeg een tip. De ijsbaan bij Nuenen. Nou, daar heb je dus een molen. Van Gogh heeft het geschilderd. Het wordt bijna niet mooier dan daar. Er waren grote vuren en koek en zopie. Dus ik ben hier helemaal rozig en blij naartoe gekomen. Hartstikke goed. Nou, dat zie je. Hoe gaat het eigenlijk met je? Goed, dankjewel. Ja, 21 maart, hè, het is vandaag de tweede. Jullie noemen het, ik moest er toch echt een beetje aan wennen. De hete, wat was het nou? De hete fase van de campagne. Ja. Kijk je er eigenlijk gespannen naar uit, naar 21 maart? Zeker. En waarom? Omdat er lokaal ongelooflijk goede mensen zijn die het gewoon verdienen om een hele mooie uitslag te halen. En bij lokale verkiezingen is het altijd deels landelijk en deels de waardering voor wat mensen zelf hebben gedaan voor hun stad. En ik gun het Yassine die er is, maar ook heel veel lokale lijsttrekkers in andere steden, dat het een mooie uitslag is. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor mensen
hoe die gemeenteraad eruit ziet. Welke partijen daar sterk zijn. Maar je zegt, ik gun het. Is het ook realistisch dat de PvdA goed uit de bus gaat komen? Ja, het is best realistisch. Het is, we hebben een herindelingsverkiezing gehad in november. Bekend van het Lutz-effect. Toen in Leeuwarden eigenlijk iedereen al de necrologieën over de PvdA geschreven had. En zij daar als verreweg de grootste uit de bus kwam. En hoe kwam dat? Omdat ze een positief verhaal had. Het vol energie deed. Mensen haar daar kenden. En ik heb daar met haar campagne gevoerd. En ze werd door iedereen daar aangeklampt en aangesproken. En dat is ook de kracht van lokale politiek. Mensen gezicht zijn voor hun buurt. Waar ben jij, buiten het schaatsen, want dat hebben we natuurlijk allemaal gezien, waar ben je allemaal geweest? Vandaag ben ik in Venlo begonnen, op een hele leuke basisschool. Eigenlijk was de hele dag ging over talent. Dus we waren op een basisschool eerst, daarna waren we hier in Eindhoven bij het Philips Lyceum. Daar hebben ze op een fantastische manier, daar krijg je vast meer over te horen, verschillende onderwijsniveaus bij elkaar. En zonder dat je ook zag wie bij welk niveau zat. En die werkten samen aan projecten, rond robots of het winnen van water in de woestijn. Het was zeer indrukwekkend. 'S Ochtends hadden we gesprekken met PO in actie. De basisschoolleraren. Ja, die komt daar ook nog aan het woord. Voor een fatsoenlijk salaris ook. Terecht dat daar heel veel aandacht voor is. En daarna zijn we bij Olympia geweest, VMBO-school. Ook daar is de directeur hiervan. Nog een potje mogen zaalvoetballen. Met het, je bent met wel het lekker sportief geweest, Lodewijk. Het is goed dat daar geen beelden van zijn. Nee. Laat ik het zo zeggen. Maar is er nou ook iets wat jou het meest is bijgebleven? Nou, ik denk eigenlijk. Het positieve en de toekomst van het onderwijs. De toekomst van het onderwijs is denk ik niet kinderen de hele tijd indelen in een hokje, maar kijken wat is nou jouw talent. En dat gebeurde op die basisschool en op die middelbare school en op die andere middelbare school ging het eigenlijk allemaal om het talent van die kinderen. En er waren docenten die kinderen lieten voelen dat het belangrijk is dat hun talenten uitkwam. En dat is wat heel veel kinderen missen en waar we met z'n allen voor moeten zorgen. Dat je als kind opgroeit in een wereld die waanzinnig snel verandert, interessant is, maar waar jouw talent telt en waar je ook de kans krijgt dat te ontwikkelen. En daar is voor nodig dat je docenten goed betaalt. Daar is voor nodig dat we niet de hele tijd zo'n hele vroege keuze afdwingen. Nou, dat neem ik mee. En Kirsten van der Hul, die op de eerste rij zit, is onze woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer. Zij kan ook concreet met die onderwerpen aan de slag in de Tweede Kamer. Voorstellen doen voor verbetering. We hebben een hele waslijst met ideeën ook meegekregen van de docenten. Dat vind ik fijn als je niet alleen een hele leuke dag hebt. Want als je met kinderen optrekt, is het altijd leuk. En dan hebben we het nog niet gehad over het schaatsen. Maar dat we ook ons werk weer beter kunnen doen. Samen met de lokale afdelingen. En waarom heb je eigenlijk bij je bezoeken gekozen voor het thema onderwijs? Nou, ik word er zelf altijd heel erg vrolijk van. Ik denk dat voor onze toekomst het belangrijkste is. De nieuwe generatie heeft er recht op. Dat we ze alle kans geven en de aandacht geven die ze verdienen. Ik vind het ook heel erg passen bij Eindhoven, waar natuurlijk talent en nadenken en innovatie en ook durf wel heel erg in het DNA zitten. Dat is denk ik waarom deze stad zo superleuk is en ook zo succesvol is. En ik vind onderwijs uiteindelijk, weet je, wat verwachten we van de politiek? Heel veel, maar als we iets moeten regelen is het goed onderwijs voor alle kinderen. En ook dat je dan niet, als je toevallig ouders hebt met een goed inkomen of met een hele hoge opleiding, altijd veel betere kansen hebt dan anderen. Talent zit in een kind en verdient het om eruit te komen. Nou, ja, dat is een mooie zeker tijd. Waar, absoluut. Talent is heel belangrijk. Lef vind ik ook een hele goeie van je. Ik vind ook, dat vind ik, moet ik eerlijk zeggen, zo kijk ik ook wel een beetje naar Eindhoven. Mensen zeiden altijd tegen mij, ik zet me heel erg in voor mensen met een handicap in het land. Daar doe ik allerlei initiatieven voor. En ze zeggen altijd tegen mij, Lucille, begin in Eindhoven, want die stad heeft lef. Ja. Dus laten we hopen dat het allemaal goed uit gaat pakken. Lodewijk, we zullen er een aantal mensen bij gaan halen hier aan tafel. Nou, daar gaan we. Ja, je had hem al natuurlijk, je had hem al genoemd. Yassine, kom er maar bij. Ja, en geef me even een geweldig applaus. Maarten Stijnboeg, jij mag er ook bij gaan komen. Hoogleraar robotica en automotive aan de TU in Eindhoven. Ja, en Wim Daniels. Wie kent hem niet? Natuurlijk schrijver, taalkundige. En u ziet hem regelmatig in de Wereld Draait Door en ook in Pauw. Wim, fantastisch. Ook ongelooflijk fijn dat jij er bent. Ja, Wim, je mag je vanavond overal tegenaan bemoeien. Dat is fijn. Dat is heerlijk, hè? Ja. Maar zou jij vanavond niet eigenlijk bij de Wereld Draait Door zitten? Ik zou eigenlijk vanavond bij de Wereld Draait Door... Ja, dat klopt. Maar ik heb hier toch voor gekozen. Kijk, maar ja. Ja.
Ik zou er eigenlijk zijn vanavond. Nou, waar zou je over praten bij de Wereldraad? Nou, ik zou het, kijk, iedere keer als het over handicaps en dat soort zaken gaat en mensen die het gewoon verdienen om, waar ik me ongelooflijk druk over kan maken, is dat we, maar dit is even zijdelings, maar we mogen toch uitlopen, hè, want het is Brabant. Ja. Daar maak ik me altijd hard voor. Ik vind het zo ongelooflijk belangrijk dat mensen met een handicap, dat die gewoon deel uitmaken van reguliere banen. En daar heb ik met Jetta Kleinsma ook altijd heel veel over gesproken. Wij waren ook best wel een beetje partner in crime in deze. Maar in België is er een televisieprogramma. En die drijft een beetje de spot met handicaps. En die doen daar humoristisch mee en over. En Matthijs, die dacht, Lucille, ik wil wel eens even van jou weten. Wat vind je er nou eigenlijk van? En kun je er ook om lachen? En zou dit nou kunnen bijdragen aan integratie? Dus ik ben benieuwd. Ik ga dadelijk even terugkijken wat het geworden is. Ik heb gezegd, je kan beter uitstellen tot maandag. Want dan ben ik erbij. En ik geef echt goed commentaar. Maar goed, we gaan het afwachten en we gaan het zien. Ik ben er voor jullie en ik wil alle verhalen horen, Wim. Ja, je mag dus alles zeggen. Heb je eigenlijk nu al iets waarvan je zegt van, nou, daar wil ik eigenlijk wel op reageren, want je hebt Lodewijk net gehoord. Nou, Lodewijk die zei net, tegenwoordig, je moet niet meer zo denken als het om scholen gaat in die hokjesgeest. Je moet kijken naar talent. En ik heb vorig jaar een boek geschreven over de lagere school. En ik ben nu bezig met een boek over de MULO. En ik ben zelf een MULO-jongen. Wat was de MULO ook weer? De MULO was het meer uitgebreid lager onderwijs. En afhankelijk van de periode waarin je naar het onderwijs kijkt, kun je zeggen dat sommige onderwijsvormen heel veel zin hebben gehad. De MULO is belangrijk geweest voor mensen zoals ik en voor vrouwen heel erg belangrijk. Ik was een arbeidersjongen, een zware arbeidersjongen. En het advies op de lagere school was vroeger, als je een arbeidersjongen was, of ambachtsschool, huishoudschool of MULO. En MULO was dan toch een soort van ontsnappingsroute om uiteindelijk verderop te komen als je wilde doorleren. Mm-hmm. Dus die MULO die is in feite heel erg belangrijk geweest. Vroeger was er echt in Nederland enorm standaardonderwijs. Het was echt verschrikkelijk. Dus die MULO is heel erg goed geweest. Die lagere school die zag er vroeger overigens ook totaal anders uit dan nu de basisschool. Dus ik denk dat... Doe ik dat steeds? Ja, dat doe jij. Maar dat geeft niet. We luisteren toch naar je. Maar doe het niet meer. Je moet denk ik ook je kunt niet steeds zeggen, vroeger was dat onderwijs allemaal beter. Je moet elke keer met nieuwe ogen naar het onderwijs kijken. Ja, heel goed Wim. Zo is het wel. Yassine, je bent al 5 jaar wethouder hè, in deze mooie stad. Ja. Zullen we eens even kijken naar hoe het allemaal is begonnen? Oh ja, ik ben heel benieuwd. Dat gaan we doen. Nou, mijn naam is Yassine Toornoglu. Vanaf vanavond, als het goed is, word ik de nieuwe wethouder wonen, wijken, burgerparticipatie en dienstverlening. En het komend jaar ga ik mijn best doen om zoveel mogelijk zaken voor elkaar te krijgen. Onder andere dat meer mensen mee gaan beslissen over wat er in hun eigen wijk gebeurt. Ik ga mijn best doen om de dienstverlening van de gemeente nog beter te maken dan dat die al is. En ik wil proberen samen met de bewonersorganisatie van Eindhoven te kijken hoe we de wijken nog beter in kunnen richten. Zodat het voor iedereen een fijne buurt is om te wonen. Ben je al zenuwachtig? Ja, een beetje wel, ja. Ja, ja je zei al wauw. Ja, dit is, ik had dit is echt 5 jaar geleden. Ik weet nog de dag dat het opgenomen werd. En eigenlijk verderop in dat filmpje, en daar word ik dan wel een beetje verdrietig van, komt Watje in voor. Dat was mijn kat. Ja. Oh. En die is helaas weggelopen. Dus het is, ik krijg ineens weer... Maar die is weggelopen, maar die heeft heel Eindhoven toch wel voor je gezocht, neem ik aan? Ja, ik heb er een column over geschreven. En er was een mevrouw die een witte kat had gespot en die leek ook op Watje. En, op Watje? Ja, ja, zo heette hij. Ja, witte en, kat, Watje, ja, snappen. Ja. En, dus ik ben er echt op afgegaan, maar het was hem niet. Dus het was echt jammer. Wat jammer. Maar toch even, Yassine, waar ben je nou het meest trots op? Nou, ik vind het heel knap van mezelf, want ik heb toen 3 speerpunten genoemd. En oprecht, het zijn ook echt de 3 speerpunten waar ik de afgelopen 5 jaar heel hard aan heb gewerkt. En waar ik dan... er zijn heel veel dingen waar ik natuurlijk trots op kan zijn, maar ik heb echt geprobeerd de afgelopen jaren dicht bij de inwoners te staan. En soms, tegen beter weten in van anderen die dan zeggen, jongen, je moet het ook nog op landelijk niveau zoeken en de netwerken uitbreiden. Ik koos er altijd voor om de wijk in te gaan. Mm. En er is één stem waar ik heel trots op ben, want die heeft toegezegd, een mevrouw die heeft toegezegd om op mij te stemmen.
En dat gaat terug in de tijd, naar 4 jaar terug, toen wij hier in Eindhoven een AZC kregen. We waren een van de eerste steden van Nederland waar een AZC kwam. Ja. En toen besloten we al met de toenmalige burgemeester, wij gaan niet aan zo'n tafel zitten, maar wij gaan de gastheer zijn van die mensen die informatie komen halen. Dus wij zorgen voor de koffie, de thee, koekje erbij, goed muziek. En mensen die langskomen, die geven wij een hand en die wijzen we de weg. En de eerste die binnenkwam was een mevrouw, die zat vol angst en heel veel haat in haar ogen. Mm-hmm. En dat had mij eigenlijk die dag helemaal van mijn wap afgehaald. Dat ik dacht van wow, dat was echt de eerste keer dat ik daarmee geconfronteerd werd. Yeah. En ik vroeg haar om haar mobiele nummer en gaf haar mijn nummer. En de afgelopen 4 jaar heb ik heel intensief, 1 keer minimaal in het half jaar contact met haar gehad. En nou wel vaker, maar wel echt koffie drinken, zeg maar. Ja, ja. Nee, we hebben het, ja. Ja. En uiteindelijk mailde zij mij vorige week dat ze op mij zou stemmen. En voor mij is dat symbolisch gezien ook heel erg waardevol. Want dat betekent dat als je volhoudt, echt nieuwsgierig blijft, ook al wil je het soms niet. Want ook ik had wel echt oordelen over haar, waardoor ik dacht van nou, ik heb er helemaal geen zin om dat gesprek aan te gaan. Maar ook zij had natuurlijk haar mening over mij. Maar we hebben allebei volgehouden en uiteindelijk die verbinding weten te maken. Kijk, en dat zijn wel echt de dingen waar ik dan dat kan ik me heel goed voorstellen. Volhouden, verbinden, talent. Ja. Het zijn allemaal weer hele mooie woorden die we nu al hier hebben gehoord aan tafel. Yassine, heel even kort. Hoe staat Eindhoven ervoor? Nou, we staan er heel goed voor. Wij zijn natuurlijk met Brainport zijn we erkend als een belangrijke economische regio van Nederland. Ja. Er komen heel veel bedrijven hier naartoe, dus die werkgelegenheid trekt aan en dat is ook goed Hoe voor... Hoe komt dat dan, dat bedrijven hier naartoe komen? Nou, omdat het een hele aantrekkelijke stad is. We hebben een geweldig goede onderwijsinstelling. Nou, Lodewijk heeft er vandaag 2 bezocht, maar we hebben natuurlijk ook hele goede ROC's. Want ik ben daar ook een eindproduct van, want ik ben ooit op het ROC begonnen. Of dat heet nu Simma. We hebben een hele goede HBO en een Design Academy waar heel veel talenten naartoe komen. En natuurlijk ook de TU. Dus wij zijn echt de stad van de talenten en dat trekt bedrijven aan. Mooi. Ja. Ik denk dat jij er ver gaat komen. Ik ga mijn best doen. Ja, hè? Ik het ook. Ja, dat denk jij ook, ja, Lodewijk. Ja. Ja. Maarten, jij hebt ook een filmpje meegenomen. Sorry, ik moest het zo zeggen van Maarten. Nou, daar komt hij hoor. Van de tand wil gaan proberen robotjes te maken. Wim heeft een beetje oorlog met de microfoon. Zongyi, opletten. Zongyi let helemaal niet op. Wat zeg ik? Robodunje aan de bal. En dan gaan ze proberen hier weer in de aanval. En dan is het, ja, heel goed. En nou draaien. Open doel. Robodunjo. Oh, van op tandwiel. Van op tandwiel. Van op tandwiel probeert 2-3 man van de ene langs. 1 man, 2 man kwijt. Nu nog eentje. Hoven. Van op tandwiel. Ja! Ja! 2-2! Nogmaals 5 seconden op de klok. 2-2. Ja, dit is natuurlijk hilarisch. Heb ik je goed aangekondigd? Je hoogleraar, hè, werkzaam aan de TU natuurlijk van Eindhoven. Ja. Maarten, wat hebben we hier nou net gezien? Ja, dit was een wedstrijd, wereldkampioenschappen voetballen met robots. En het bijzondere is, deze robots die doen het echt helemaal zelf. Er is niemand aan de zijkant die met een joystick zit te sturen. Dus het is 5-5. Die robots hebben een camera, die kijken om zich heen en die praten als team met elkaar. Wat zie ik en hoe kan ik dan het beste gaan rijden? Naar wie kan ik overschieten? Ze zijn helemaal autonoom, dus ze denken helemaal zelf. Het is 5-5, het is een kwartier spelen en dan een kwartier rust, even batterijen wisselen. Ja. En dan, en dan weer een kwartier spelen. En we waren hier dus net even voor het eind van de tweede helft. En we scoorden gelijk tegen China, want we speelden hier de finale wedstrijd tegen China. Dit is mijn team uit mijn research group. Ja. En in de verlenging, helaas, 2013 verloren wij de WK, werden tweede. Maar gelukkig in 2014 wonnen we, werden we wereldkampioen. In 2015 verloren we, werden we tweede. In 2016 werden we weer wereldkampioen. Dus wij spelen echt in die top league van de wereldtoernooi op het gebied van voetballende robots. Dit filmpje heb ik speciaal meegenomen, omdat ik het meest interessant eigenlijk aan dit filmpje vind ik het publiek. Nou, je hoorde het hier eigenlijk ook al een beetje in de zaal, hè? Iedereen die dit filmpje ziet, hè, je voelt gewoon met het publiek. Wij zaten daar met 5000 mensen, opa's, oma's, ouders, kinderen, te kijken naar een stelletje robots. Ja. En we zaten op het puntje van onze stoel te schreeuwen, schieten! En die robots die reageren er niet. Maar we gaan naar een toekomst toe waarbij mensen en robots steeds vaker dingen gaan samen doen. En wat ik interessant vind is dat we dus emotie kunnen hebben.
met robots. En we gaan als maatschappij naar een andere maatschappij toe. En daar komen ook heel veel ethische vragen naar voren. Ja, dat snap ik wel. Maar doen we dat eigenlijk ook al niet een heel klein beetje met onze smartphone, met Siri bijvoorbeeld? Ja. Daar kun je tegen praten, die geeft ook echt antwoord terug. Soms denk je, dat is eigenlijk wel een grappig antwoord, kijken wat hij zegt als ik dit vraag. Ja. En dat gaat natuurlijk verder, hè. Als we kennen allemaal wel de plaatjes van de Alzheimer-patiënten, de dementerende cliënt die paro-zeehond vast heeft uit Japan. Hè? Die zeehond die gewoon dingen terugzegt. Als je een keertje in de gelegenheid bent, moet je echt die zeehond eens aaien. Want dan gaan die oogjes open en je voelt gewoon emotie bij zoiets. En dat is heel bijzonder, want we gaan natuurlijk steeds meer met robotica te maken krijgen. En dat is, soms is het beangstigend, lijkt het beangstigend. Mm-hmm. Maar ik denk dat we naar een maatschappij gaan waarin techniek ons heel erg veel gaat helpen. Het gaat denk ik ook heel veel aan onze banen veranderen, ook ten goede. Ja. We hebben een enorm tekort in de zorgsector. Nou, zeker. Ja, en dat gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Dus ik denk dat we techniek moeten zien te gebruiken ten gunste van natuur en mens. En ik denk dat daar alle mogelijkheden voor zijn. En onze regio is natuurlijk bij uitstek een regio waarin we dat contrast opzoeken tussen ontwerpen, mens zijn en mens voelen en ook techniek en technologie. Maar Maarten, even concreet, hè? Want wat zou de robot dan kunnen betekenen in de zorg? Nou ja, we hebben op dit moment volgens mij iets van 20.000 vacatures in de ouderenzorg en de verpleeghuiszorg. Dat is echt een enorm tekort. Mm-hmm. We zijn op dit moment aan het nadenken over welk laaghangend fruit is er nou in die sector, om te kijken hoe je met technologie eigenlijk het werk van de verzorgende kan verlichten. En kan bijvoorbeeld zorgen dat in de thuiszorgsituatie mensen langer thuis kunnen blijven. Want de grootste winst uiteindelijk zit om mensen echt een goed leven thuis langer te laten hebben, waardoor de verpleeghuizen worden ontzien. En daar zijn heel veel uitdagingen, ook aan de politieke kant, want de financieringsstromen van dat soort technologische hulpmiddelen, die zijn niet eenvoudig. En die zijn dus ook voor start-ups best lastig soms om daar doorheen te komen. Dan moet je goed samenwerken met de ziektekostenverzekeraars en met partijen. Je moet natuurlijk ook wel uitkijken dat je zegt, we hebben die robotica, die hebben we allemaal. En dat je daarom geen mensen meer inzet. Ja. Dat is natuurlijk wel. Dat is het belangrijkste gesprekspunt wat ik vaak ook heb met mensen uit de zorgsector. En toch zijn die mensen uit de zorgsector, die zijn eigenlijk allemaal heel tevreden met die zeehond voor die Alzheimer patiënt. Ja. Want die mensen uit de zorgsector, die weten dat die cliënt ontzettend blij is. Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij vooral met die robotica vooruit wilt. En dat jouw zorg niet zozeer is, dan moeten ook mensen in die zorg werken. Jij wilt je robots promoten. Wij proberen als ingenieurs, want ik ben uiteindelijk een ingenieur, altijd te denken vanuit, wat is nou eigenlijk het probleem wat we oplossen? En als je vanuit het probleem denkt, dan denk je dus in dit geval vanuit de klant, vanuit de cliënt, vanuit de mens. En dan ga je terugredeneren, oké, welk probleem kan ik nou oplossen en waar past technologie? En waar past zorgaanbieders veranderen? Maar je situatie is dan wel precair, omdat je ook moet oppassen voor die overheid die zegt, maar wij hebben niet zoveel geld over voor de zorg. Ja. En dat ze jou dan maar voor hun karretje spannen om daar een robot voor in de plaats te zetten. Ja, ik denk dat de overheid op dit moment daar anders in zit. Die zien dat er een heel groot probleem is met de ouderenzorg. Er is 2 miljard voor vrijgemaakt. Maar ze zien ook dat er geen mensen zijn. Mm-hmm. Dus ik denk dat er heel hard moet worden gewerkt om te kijken hoe je dat gat kan dichten. Mm-hmm. Want die oudere cliënt die heeft het wel nodig dat er zorg is. En dat moeten we gaan oplossen. En ik denk en ik hoop dat technologie voor een stukje althans daar kan helpen. Maar zeker niet alles. En op welke termijn praat je dan? Nou, dat moet de komende paar jaar. Is er laaghangend fruit wat je al kan verbeteren. Mm-hmm. Maar het is ook een verkeerd beeld om te veronderstellen dat wij snel een robot als buddy thuis hebben. Ik zeg wel eens, stel je even voor een loodgieter. Stel je wc lekt en je belt een loodgieter. En dan komt een robot? Je moet je eens voorstellen dat een robot zou moeten zijn. Nee, hoe ongelooflijk moeilijk dat is. Een kopje thee zetten, als jij tegen een robot zegt, ga voor mij een kopje thee zetten. Ja, dat lijkt me heerlijk. Dat lijkt me handig. Ja, precies. Maar dat is heel moeilijk. Een robot tegen wie je alleen maar hoeft te praten en die iets terugzegt, is relatief makkelijk. Die zijn er al. Ja. Betaalbaar. Ja. Maar robots die echt naar de keuken lopen en die daar een kopje thee kunnen zetten, dat is zo moeilijk. Dat duurt echt nog wel 10 jaar voordat er robots zijn die betaalbaar zijn. En die dat kunnen. En die echt zoiets kunnen. Dus dat wordt wel eens overdreven hoe snel dat kan. Okay. Maar tilhulpen, mensen op de wc helpen, dat soort dingen. Dus bepaalde stukjes van de technologie zijn goed. Ik heb hier in Eindhoven
volgens mij ook bij jullie op de campus gezien. Jongens die hadden een bepaald soort chirurgische arm ontwikkeld. Ja. Waardoor de chirurgen ook als ze ouder worden... Ja. Met hele grote precisie kunnen blijven opereren. Ja, precies. Dat is een andere ontwikkeling. Dat komt toevallig ook uit mijn groep. Dat is de chirurgische robotica. Dat hadden we niet afgesproken. Nee. Dus het gaat om oogchirurgie en vaatchirurgie robots. En we zijn nu met een botchirurgie robot bezig. En daar probeer je eigenlijk de chirurg eigenlijk zijn bewegingen beter te maken. Door het trillen van die chirurg een beetje uit te filteren. En ook de beweging te verkleinen. En daardoor kunnen we dus oogoperaties doen. Die eigenlijk ook chirurgen dan kunnen doen als ze 60 zijn of 65. En nu moeten ze vaak stoppen als ze 55 precies. zijn. Omdat ze dan niet meer precies genoeg kunnen. Ja, want de robot die blijft natuurlijk nauwkeurig. Ja. Waar komt de naam robot eigenlijk vandaan? Waar komt de naam robot vandaan? Ik denk dat zal wel uit het Grieks zijn. Ik ben natuurlijk gek op bij dat soort vragen dat vaak altijd aan mijn vrouw. Want die heeft gymnasium gedaan. Maar jij weet het waarschijnlijk. Ja, Wim. Robot is in 1920 bedacht door Karel Čapek, een Tsjech. En het is echt waar hoor, als u twijfelt. Ja. En dat is een Tsjech. En die heeft toen een boek geschreven, R.U.R. R.U.R. En dat staat voor Rossum's Universal Robots. En dat woordje robot had hij afgeleid uit een Slavische taal. En dat is eigenlijk orbota. En dat betekent zware arbeid. Dus orbota, daar hebben ze de O en de R omgedraaid. Okay. Dat is robot geworden. Zoals een gelddrop, dat is eigenlijk gelddorp. Ja. Ja. Dat is toch leuk om te weten, vindt u niet? Dat is toch mooi? Dat weet Wim dan weer allemaal, hè? Was dit niet vooraf afgesteld dat je die vraag zou stellen? Wim, hebben we dat gedaan? Nee, hebben we niet gedaan. Ik ben echt onder de indruk. Nee. Ja, leuk. Yassin, nog een kleine drie... Moet jij ook zoiets doen? Ja. Nog een kleine 3 weken, hete campagne. Ja. Waar ga jij op inzetten? Nou, waar wij hierop inzetten is, waar ik persoonlijk heel erg op inzet, op die verbinding met de mensen en tussen mensen. Mm-hmm. En, maar hoe ga je dat dan doen? Nou, mijn campagne richt zich nu heel erg op de mensen waar ik de afgelopen 4 jaar mee heb samengewerkt in de buurten. Neem een Kees Lepoeter, dat is een hele bijzondere man voor mij, omdat hij 3 jaar lang heeft hij, zonder het tegen iemand te zeggen, zijn eigen straat geadopteerd. En elke zondag ging hij alle troep opruimen en hij maakte foto's. En hij heeft 3 jaar lang elke zondag een foto gemaakt en hij kwam het voor me neerzetten. En hij zei, het enige wat ik wil is dat je er naar kijkt. Dus ik had van, oké. En toen zag ik wat die man gepresteerd had. Want de norm in zijn straat was troep op straat gooien. En in 3 jaar tijd was dat veranderd naar, dat doe je toch niet. Want er is een man die dan zondag die troep op moet ruimen. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan voor Kees. Het enige wat ik met Kees heb gedaan is gezegd, Kees, je moet de krant opzoeken. Dus ik heb hem met het Eindhoven Dagblad in contact gebracht. En hij heeft 150 mensen in de stad gevonden die ook een straat hebben geadopteerd. Het zijn van die hele kleine projecten die heel groot uitpakken. En zo iemand zou ik heel graag willen verbinden met andere mensen in... Hij komt uit Woensel en gaan we verbinden met iemand uit de straten. Waardoor je mensen inspireert om die verantwoordelijkheid met elkaar te delen. En dat is echt de verbinding waar ik de komende 4 jaar graag aan wil werken. En de komende 3 weken ook, neem ik aan. Nou, de komende 3 weken is het vooral heel hard werken om die mensen waar ik de afgelopen 4 jaar mee heb gewerkt te om helpen. Om die te mobiliseren om, ook. Om ze te gaan helpen. Maar wat hoor je op straat? Wat denk je? Ben je zenuwachtig erover? Ja, ik vind het heel spannend. Het is echt heel spannend, want het is gewoon een hele andere campagnestrategie. Normaal gesproken moet je het hebben van onze landelijke gezichten. En nu moet je het echt op eigen kracht doen. Het is echt stem voor stem overtuigen en... Ja, de stemmen binnenharken. Gisteren had ik een debat en ik begon met, ze deden een peiling vooraf, en ik begon met 10%. En aan het einde van de avond zat ik op 30. Dan, mm-hmm. Er zijn misschien waarschijnlijk 5 of 6 mensen die overtuigd hebben, maar dan zijn er toch wel weer 6 die op ons gaan stemmen. Dus ik vind het heel spannend. Maar kijk nou eens even hier naar die zaal. Ja. Allemaal toch uit Eindhoven en omstreken, neem ik aan. Ja. Je kan nog iets doen met die zaal hier. Wat kunnen die voor jou betekenen? Nou, er zijn heel veel helden in de zaal. Ja. Ellen, die staat daar. Ellen even je hand opsteken. Ja, Ellen, ja. Ik wil haar echt even de credits geven. Ik belde Ellen om 5 uur om een flyer voor me te maken. En ze heeft een vriend, volgens mij, laten wachten. Die staat erachter. om voor mij een flyertje te maken. En er zijn er echt heel veel in de stad. Dus wij hier in Eindhoven, en ik weet dat ook van de gemeentes om ons heen, zijn wel echt met elkaar in de slag. Ik ben heel blij dat ik die ruimte krijg van de vrijwilligers hier in de zaal. Om echt de wijk in te gaan en die krachten te bundelen. Dus ik heb echt een heel goed gevoel. Maar dat neemt niet weg dat we echt nog 2,5 weken nog knijterhard moeten werken met elkaar. Ik wens je echt
ongelooflijk dankjewel. Veel succes. Gaat goed en ik komen. Hoop echt dat het gaat slagen voor je. Ja, dankjewel Lodewijk. We zien jou dadelijk ook nog eventjes terug. Hè? Bij de derde tafel zien we jou terug. Maarten, wij praten toch nog wel even na, hoop ik, hè? Zeker. Want ja, ik dacht even een half uurtje. Ik zag even te spieken op het horloge. Ik denk, het is toch alweer bijna 9:15. Nou, Brabants kwartiertje, dat doen we hier zeker aan. Maar goed, we zien jou dadelijk terug. En Maarten, ja. We praten strakjes door. Ja, we gaan door met de tweede tafel. En de tweede tafel, die gaat over onderwijs. Ja, want wat zijn de belangrijkste en interessantste verhalen uit deze tijd? Als het gaat om een goede start voor ieder kind. Ja, dat wil je natuurlijk, hè. Een goede start voor ieder kind is gewoon ongelooflijk belangrijk. Mag ik hier aan tafel? Ik weet niet waar jullie zitten, maar ik zal het van geheid zien. Danny van de Goor van PO in Actie. Ja, je mag lekker naar voren komen. Arjan Gerritsen, directeur van VMBO School Olympia. En ook Kirsten van den Hul. Zij is woordvoerder onderwijs en is natuurlijk ook een Kamerlid, dames en heren. Applaus ook voor haar. Kijk, de tafel is weer gevuld met mooie mensen. Danny, jij bent coördinator van de regio Brabant voor PO in Actie. Even voor de mensen die misschien niet helemaal weten wat het is. Wat is het voor initiatief? Wij zijn eigenlijk een groep van 45.000 enthousiaste leerkrachten. 45.000? 45.000 ja. Enthousiaste leerkrachten die een heel groot probleem proberen in beeld te houden op het moment. En dat is een leraartekort dat dreigt in het basisonderwijs. Waardoor wij ons vooral zorgen maken over de kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen van Nederland. God, dan vind ik het bijna jammer dat Maarten niet hier meer aan tafel zit. Of de robot misschien hier ook nog wat voor zou kunnen betekenen. Wat denk je? Nou, die kunnen zeker wel wat voor ons betekenen, denk ik. Ja. Maar of dat de bedoeling mag zijn, weet ik niet. Dat snap ik. Maar we gaan toch even serieus over dit onderwerp in. Waardoor is er toch zo'n groot leraartekort? Ik denk dat aan de ene kant dat het deels aan onszelf heeft gelegen. Dat het veel te lang heeft geduurd voordat er aan de bel is getrokken. Ja. Vorig jaar zijn er drie mannen begonnen om een berichtje op Facebook te zetten. Omdat op dat moment onderhandelingen voor de CAO moesten gaan opstarten. Dus die heb ik gedacht, nu is de tijd rijp. En er is een hele beweging in ontstaan. En er zijn cijfers boven water gekomen. En het lerarentekort begint al voelbaar te worden. En het is heel belangrijk dat dat gaat veranderen. Want de problematieken die er nu al zijn op scholen. Ik kan daar legio voorbeelden van geven. Ik heb een verhalenbundel gemaakt op het moment. Met persoonlijke verhalen van leerkrachten. Om een mooi voorbeeld te geven. Ik ben vanmorgen ook in Venlo geweest. Om daar voor meneer Ascher en voor mevrouw Van der Hult een presentatie te geven voor PO in Actie. En er stond vanmorgen een moeder bij mij voor de klas. Waarvan haar eigen dochter thuis moest blijven, omdat de andere leerkracht ziek was. En haar man heeft een vrije dag op moeten nemen om thuis te blijven voor haar eigen kind. En dat is, dan hebben we het nu nog over invalproblematiek, maar er zijn legio scholen in Nederland waar al een basisformatie niet rondkomt, waar klassen groeien tot boven de 40, en waarvan ons nog steeds dezelfde kwaliteit van onderwijs wordt gevraagd. En wij roepen nu heel hard, dat kunnen we niet. Nee, maar dat snap ik ook, dat voel ik ook. Kirsten, ik zie jou steeds knikken. Ja, dit is natuurlijk een probleem wat ons ook in de Kamer heel erg bezighoudt. Het versterkt elkaar ook, hè, wat jij nu net schetst, die problemen. Dus er is een tekort aan leraren, daarmee wordt de werkdruk weer hoger. Daarmee neemt het aantal burn-outs weer toe. Er zijn nauwelijks sectoren met meer burn-outs dan in het onderwijs. Terwijl dat toch een sector zou moeten zijn waarvan we met elkaar afspreken dat het daar goed geregeld moet zijn. Juist om die talenten van onze kinderen te koesteren en te kweken. Dus ja, die problemen die staan hoog op de politieke agenda. En daar willen we zo graag houden. Maar de oplossingen ook? Ik denk dat er verschillende oplossingen zijn. Kijk, sowieso moeten er meer jonge mensen gaan zeggen, ik word docent. Ja. Maar voordat dat zover is, moet het vak natuurlijk wel aantrekkelijk genoeg zijn. En waar is het dan niet aantrekkelijk? Nou ja, daar hebben we het vandaag uitgebreid over gehad. De werkdruk? Ook een beloningsverschil tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, waarvan wij zeggen, nou, dat is eigenlijk niet eerlijk. Zeg jij dat ook? Het is eigenlijk niet eerlijk? Nou, wij hebben vanaf het begin af aan gezegd, we willen eigenlijk 1,4 miljard. Dat hebben we nodig om de problemen structureel op te lossen. En 500 miljoen daarvan is nodig voor de werkdruk. Daarvan is 430 miljoen inmiddels toegezegd.
Dat zou eerst heel erg verspreid zijn. En twee weken geleden is er een heel mooi werkdrukakkoord ontstaan in samenwerking met meneer Slob. Ja. Dat we eigenlijk achter die werkdruk durven wij wel een vinkje te zetten. Daar ligt de bal nu echt bij ons. Er is geld beschikbaar dat wij zelf als scholen mogen gaan besteden. Waar we zelf invloed op mogen uitoefenen. Dus daar is wel wat te halen. Ja. Maar als we allemaal mooie plannen maken, moeten er dus wel mensen zijn om dat te doen. En laat ik het heel dicht bij mezelf houden. Als ik morgen ga solliciteren op het voortgezet onderwijs, dan verdien ik 17,8% meer. En mijn passie is lesgeven. Ja. En ik heb voor mijzelf bijvoorbeeld besloten, ja, als wij deze strijd niet winnen, en niemand kan mij een fatsoenlijk argument geven waarom ik iedere dag heel hard werk op dezelfde opleidingsniveau heb als mijn collega's in het VO, waarom ik dan 20% minder moet verdienen. Ja, op dat antwoord wil jij. En jij wil een goed antwoord hebben op deze vraag. Ja, ik zei, ja. Vanmorgen was Jan van der Ven, dat is een van onze kopmensen er ook bij. En zei heel mooi, als dit zo doorgaat, dan is het personeelstekort in het VO denk ik heel snel opgelost. Maar dan wordt het in het PO nog veel nog groter. Erger. Ja. Het is overigens wel zo. Ik keek vorige week op Delver, dat is een fantastische website. D-E-L-P-H-E-R. Mm-hmm. Daar haalde ik, doordat ik een bepaalde zoekactie had, een artikeltje van ruim 100 jaar geleden naar boven. Ik heb het gezien. Ja, ik heb het op Twitter gezet. Ja. Precies hetzelfde probleem. Exact hetzelfde probleem. Enorm tekort aan leraren. Klassen die naar huis werden gestuurd. Werden ook aantallen genoemd. Hoeveel klassen er die dag naar huis werden gestuurd. Oorzaak, wordt te weinig betaald. En ik denk wel dat er nu een belangrijk verschil is met 100 jaar geleden. Nu heb je die groep PO in actie. En dat is wel een goede groep. Die laten zich niet meer met de kluitjes. Weet je toevallig ook weer hoe ze het toen hebben opgelost? Toen hebben ze het niet opgelost. Nee, toen hebben ze het niet opgelost. En ze hebben het in feite de afgelopen 100 jaar voortdurend niet opgelost. Want het is steeds een golfbeweging geweest. Mm-hmm. Maar om toch even een beeld te geven van de drukte die jullie ervaren. Hebben we een film. Die wil ik even laten zien. Ja, hebben jullie even tijd? Ja, tuurlijk. Ik heb hier namelijk de overdracht. Echt een leuke klas om les te geven. Wel even goed doornemen, alsjeblieft. Volgend jaar, ja. Nou, kom maar door. Het valt wel mee, hè? Ja. Dat was alleen maar de ingangsopgave. Hier de handelingsplannen met doelen en T. Even goed naar kijken dat je dat goed doorgenomen hebt voor volgend jaar. Wacht, blijf rustig staan. CITO-toetsen, dus de ontwikkelingsperspectieven. Stel die extra zorg nodig heeft. Voor zowel plus leerlingen als kinderen met, die wat zwakker zijn. Hier de uitwerking van oude gesprekken, natuurlijk van vergaderingen. Ja, de buitenschoolse activiteiten, sportactiviteiten, goed op letten. Overigens, leuke documenten om door te lezen, kost maar een week. Voor volgend jaar daarna de bijscholing. En nog even extra materiaal voor wat niet meer in de overige mappen past. Dankjewel, ja. Oh ja, en dan denk je eraan dat binnenkort de rapporten klaar moeten zijn. Succes ermee, hè? Dankjewel. Oh, wacht, we hebben zo nog een vergadering. Kom maar mee. Ja. Ja, dat is alleen nog de start van het schooljaar. Het zou een goede scène zijn voor luizenmoeders. Ja, geloof me, alles wat je daar ziet gebeurt echt. Ja, hè? Ja. Ja, dat geloof ik ook namelijk. Dat het, ja, maar het, nee, toch wel een beetje realistisch. Ja, is het wel, toch, de serie? Lachen. Ja. Danny, voor welke groep sta jij? Ik sta voor groep 8. Voor groep 8. Is het een leuke groep om voor te staan? Iedere groep is leuk om voor te staan. Alleen het gevoel iedere dag naar huis te moeten met het idee dat je bewust kinderen tekort moet doen, omdat je keuzes moet maken, dat maakt het moeilijk. Maar ieder kind is mooi zoals het is. Denk je dat het anders is om nu leraar te zijn in vergelijking tot vroeger? Ik denk het wel. Ik denk dat het aan de ene kant ook heel veel mooier is. Er wordt meer van ons verwacht, maar dat betekent ook dat je meer kennis moet hebben. Dat je meer in moet spelen op dingen die er gebeuren. Dus dat er wat minder routine in zit. Mm-hmm. Dat maakt de baan wel mooier. Ik heb het filmpje, zag ik nu voor het eerst, maar ik herken het wel. Het is gewoon echt wat het is. Er zit een ontzettende verantwoordingscultuur is er. Als wij een kind willen doorverwijzen, dan moet er een dossier bij van 30 pagina's. In plaats van dat wij gewoon kunnen zeggen, wij denken dat dat goed is. Terwijl we eigenlijk vinden dat we daar toch voor geschoold zijn. Rapportages, ouders. Ik gaf het voorbeeld van de moeder. Ik heb nu ook weer een mailtje van een andere moeder hoe het komt dat ik niet heb gemaild dat die moeder vandaag voor de klas stond. Uh-huh. Dus dan moet ik vanavond ook nog even op antwoord gaan geven. Er is zoveel om het vak heen dat wij soms, ik heb zelf ook een burn-out gehad. En toen ik ging reïntegreren, zei ik van nou, ik ga vandaag eens alleen lesgeven. En op dat moment zei mijn directeur tegen mij, ja, maar dat is jouw baan. En dat wordt wel eens vergeten, denk ik. Maar denk je dat je het, ga je dit vak nog lang volhouden dan? Als het blijft zoals het blijft? Nee. Dan ga je ermee stoppen?
Ja, met mij heel veel, denk ik. Nou, dat vind ik wel erg. Dat is het ook. Alleen als je iedere dag tekort ziet, iedere dag... En natuurlijk zijn er ook mooie momenten. Hè. Ik heb ook wel eens een cursus gevolgd dat je zegt van op het moment er zit een kind met een potlood in zijn neus en een gum in zijn oren. Dat je dat op dat moment ook kan denken, ik krijg hier geld voor. Dat maakt het wel weer heel mooi. Alleen als je ondertussen ook weet dat je eigenlijk wel af zou moeten leren of uit moet leggen waarom dat dan slecht is om met een potlood in die neus te zitten. Maar als je daar niet aan toe komt en dat je vervolgens ook alles wat er uit die neus komt opeet. Ja, ja dat maakt het wel zwaar en dat is natuurlijk een ludiek voorbeeld. Maar als je, ja, het is vooral het, voor mij persoonlijk is het heel erg het gevoel van tekortschieten. Uh-huh. Het lesgeven vind ik geweldig om te doen. Maar het onrechtvaardige gevoel ook van het salarisverschil, dat speelt dan ook mee. Ja, ik vind het zonde, dit is zo'n mooie baan. Maar nou zit Kirsten naast je, het is de mooiste baan ter wereld. En zij zit in de kamer. Ja. Geef haar nou eens iets mee. Het eerste wat ik, maar dat heb ik vanmorgen ook al tegen u verteld, is... een stukje erkenning dat het probleem zoals wij dat schetsen er is. Maak ons geen politieke speelbal van oh wat hebben wij veel geïnvesteerd in dit onderwijs. Want tuurlijk zijn wij heel erg blij met de investering die er gedaan is. Als wij niks hadden geroepen, hadden we niks gehad. Maar ga niet besturen vanuit geld wat er is, maar vanuit een probleem wat er is. En volgens mij is het een maatschappelijk probleem en niet een probleem van leraren. Zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Als de motie zoals die onlangs is afgewezen, dat er gestreefd wordt naar een gelijkheid in salaris al te veel gevraagd is, dan hebben we nog een lange weg te gaan, denk ik. Zeker. Ja, die motie die had ik ingediend tijdens de begrotingsbehandeling. Mm-hmm. Het kabinet zegt, ja, we hebben geen geld. Nou, die 1,4 miljard, die geeft dit kabinet liever aan andere dingen uit en niet aan het onderwijs. Wij hebben hele duidelijke voorstellen gedaan hoe dat geld beter besteed zou kunnen worden. En ik had dus een motie waarin ik inderdaad de regering opriep om die kloof te dichten waar we het nu over hebben. Die kloof tussen dat salaris in het voortgezet en in het basisonderwijs. Nou, en die heeft het helaas niet gehaald. De voltallige oppositie heeft die motie gelukkig wel gesteund. Dus dat vind ik op zich al wel positief. Van links tot rechts stond de oppositie achter die motie. Nou, en wij gaan gewoon door met ons gevecht om ook jullie te steunen. Ja. Dat gevecht is nog niet klaar. Nee, en jullie zijn ook nog niet klaar. Want 14 maart wordt er geloof ik weer gestaakt. In ieder geval wel in Noord-Holland. Ja, 14 maart is het tweede deel van de estafette. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zo uit mijn hoofd. Ja. Dus hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik niet. Dat is niet mijn regio. Ik zit in Noord-Brabant. Wat ik weet is dat er in ieder geval een manifestatie in Amsterdam zal plaatsvinden. En hoe het er daarna weer verder gaat, dat is iedere keer dat is nog even onduidelijk. Krijgen. Ja, dat snap ik. De staking in Groningen. Dat was de eerste estafette staking. En dat was wederom heel indrukwekkend. Een hele grote fabriekshal vol met docenten die daar allemaal staan. Niet uit boosheid, maar uit de passie voor hun vak. Nee, maar dat springt ook zo uit. Dat is die kracht. En dat vind ik ook zo mooi. Hè? Bij iedere leerkracht die staat voor de klas omdat ze een passie hebben. En die kinderen echt iets mee willen geven in het leven. Dat vind ik zo mooi. En Danny, ik hoop ook oprecht dat je dit vak nog heel lang gaat doen. Want volgens mij ben je een ontzettend leuke leraar. En willen kinderen zo iemand... Nee, maar het is wel belangrijk. Weet je? Het is superbelangrijk. We willen ook vooral... Wij zijn natuurlijk nu ook zo ontzettend gefocust op al die dingen die niet goed zijn. Dat we, ik heb een potje op mijn bureau staan op dit moment. En ik ga daar iedere dag iets in stoppen wat wel heel leuk is. Wat heb je er vandaag in gestopt? Vandaag ben ik op pad geweest voor PO in actie. En heb ik heel veel leuke nieuwe mensen gezien. Bekende Nederlanders ontmoet. Vandaag heb ik eigenlijk wel een hele leuke dag. Dus dat wordt een blaadje. Nou, we gaan een stap maken naar het voortgezet onderwijs, Arjan. Ja, leuk. Want daar maak jij deel van uit. Vanmiddag was Lodewijk bij jou op bezoek, hè? Ja, klopt. Of, wat heb je hem daar laten zien? Allereerst zei meneer Aschenet, er zijn geen beelden van het zaalvoetbal. Dat moet ik heel even rechtzetten. Gaan we dat wel Die zijn er wel degelijk. Zitten die erin? Dus het is even de vraag van wil je ze eerst zelf zien of... Nee Arjan, ik denk dat laten we met de beelden beginnen. Laten we met de beelden. Oké. Okay. Ja. Ja? Nee? We gaan de beelden niet uitzenden. Ja, kijk. Maandag in de wereld draait door. Meneer Asscher. Ik neem ze gewoon mee. Oké. Okay. Ik denk dat dit doorgestoken kaart is, dat de beelden niet... Ik vrees het inderdaad ook. Maar wat heb je hem laten zien? Wat ik heb laten zien is... Eigenlijk heb ik hem niet veel laten zien, maar hebben onze kinderen van onze VMBO-school laten zien...
Allereerst hoe fantastisch die kinderen zijn. En daar wil ik zo meteen graag nog wat over vertellen. We hebben een tweetal maatschappelijke projecten laten zien. Het eerste project is dat onze kinderen, en dat zijn leerlingen VMBO basis kader theoretisch, dat zij zich in willen zetten voor de mensen in de wijk waar onze school staat die het op dit moment minder goed hebben. Dat kunnen mensen zijn die of door psychische oorzaken niet goed in staat zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen. En dan heb ik het over het kookgedeelte. Het zijn mensen die van wie een partner in het ziekenhuis ligt of welke andere reden dan ook, maar ze zijn niet in staat om voor zichzelf te koken. Mm-hmm. En in samenwerking met de vrijwilligers in de wijk, in samenwerking met de professionals in de wijk, koken onze leerlingen voor die mensen. Brengen ook het eten naar het wijkcentrum toe. En daarmee zetten zij zich in, dus wij leren ze om die maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Dat ze weten dat er meer is dan alleen hun wereld op de telefoon. En vervolgens krijgen ze daar ook heel veel voor terug. Zelfvertrouwen, erkenning, waardering. Dus dat is het ene gedeelte wat we hebben laten zien. Ja. Gewoon lekker in de keuken, buurten met onze leerlingen. Dat was het eigenlijk. Hè. Sateetje erbij, was allemaal goed gedaan. En het tweede wat wij doen is dat wij belangrijk vinden dat jongeren, en zeker jongeren van het VMBO, niet in de verleiding komen om net even de verkeerde dingen te doen waar ze waarschijnlijk over 10 jaar op terugkijken en dan denken van ja, had ik dat maar nooit gedaan. Dus wij willen heel graag dat leerlingen na schooltijd niet te veel op straat rondhangen. En daarom zijn we begonnen met één voetbalteam en dat is een geweldig concept. Wij hebben tegen de leerling gezegd van oké, ze doen niks liever dan sporten, dus jullie mogen op vrijdagmiddag mogen jullie gaan voetballen. We hebben een prachtig mooi sportcomplex waar we gebruik van kunnen maken. Jullie gaan lekker voetballen, je krijgt de mooiste tenues. We organiseren allemaal leuke wedstrijden. En in ruil daarvoor willen we een paar kleine dingen terug. Dat is namelijk dat je inzet goed is op school en dat je daar gewoon altijd bent. Nou, dat werkt heel goed. Hey, ja. Ai, daar gaan ze. Meteen in oranje ook. Ja, we hebben een heel mooi, daar wil ik nog wel toegelicht krijgen. We hebben een ontzettend mooi Olympia tenue. En uw medewerker die heeft zich erin gehezen. Want ja, we doen natuurlijk jongens van een jaar of 16, die hebben een wat ander postuur als ik bijvoorbeeld. Dus het was echt een beetje hijsen. Maar u ging in het oranje. Ik ben nog een beetje op zoek naar de reden daarvan. We kregen u er niet goed vanaf. Dus we hebben een filmpje gemaakt. Oh, we gaan toch eventjes naar een instart kijken. Zo. Nou, kijk. Er wordt gescoord. Jawel. Hey, maar mooie verhalen, Arjan, ook. Van initiatieven en dingen die er gedaan worden. Maar hoe vind jij het nou zelf om directeur van een VMBO-school te zijn? Nou, voordat we hier begonnen, toen gaf je dat even aan. Van, nou, dat is denk ik een vraag die ik ga stellen. Dus moest ik lang nadenken. Niet omdat ik niks kan bedenken waarom ik het leuk vind. Maar omdat ik ook te horen kreeg, we hebben 25 minuten. Dus ik kan het beste. Dus ik kan het beste vertellen. Een poosje terug vroegen ze aan mij van goh, er is een vacature op een HAVO-VWO-school. Mm-hmm. Zit dat misschien in jouw gedachten? Dat is een mooie promotie. En het antwoord van mij was van nou, dat is geen promotie. Ik vind het VMBO vind ik fantastisch. Het zijn kinderen waarvan de buitenwereld toch makkelijk zegt van ja, dat zijn een beetje, zeker in een stad als Eindhoven, het zijn toch een beetje. En sorry dat ik het zo zeg, maar het zijn dan in de ogen van anderen een beetje de zwarte kindertjes die een beetje dommig zijn. En het zijn fantastisch mooie kinderen. En met hele grote talenten, niet altijd bij rekenen, niet altijd bij taal. Maar als het gaat over zorgzaamheid, als het gaat over leerlingen die in de richting economie en ondernemen zitten, de handelsgeest die erin zit. En om daarmee te werken, als je de juiste docenten daarvoor zet, en ik begreep alles van het gesprek van net. Mm-hmm. En ik denk ook dat het op dat moment heel aantrekkelijk wordt. In het voortgezet onderwijs. Met de juiste docenten die daar iets losmaken bij die leerling. Die leerling vertrouwen geeft. Dan is er niks mooiers. Nou, ik vind het mooi hoe je erover praat inderdaad. Want eigenlijk wilde ik ook vragen van hoe doe je dat dan? Hè? Het beste uit een leerling halen. Maar eigenlijk heb je het altijd al gegeven. Dat de juiste docent daarin juist weer zo belangrijk absoluut. Is. Absoluut.
En dat, en ik heb het vandaag ook verteld, wij werken heel graag met docenten. Het liefst ooit heel veel verkeerde keuzes gemaakt. Nou, het is niet zo dat op Olympia nu alleen maar mensen werken die in het verleden heel veel verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dat is ook niet zo. Maar het is wel zo dat als ze iets begrijpen van wat jongeren triggert en waar jongeren mee in aanraking kunnen komen, dan hebben ze wel een streepje voor. En dat zijn voorbeeldfiguren, voorbeeldfuncties, die ontzettend belangrijk zijn. En zijn er dan nu nog dingen waarvan je zegt, die zitten onze school of het VMBO toch nog altijd dwars? Die moeten we opgelost krijgen. Nou, wat ik onze leerlingen ontzettend gun en ook onze collega's ontzettend gun, is gewoon waardering en erkenning. Ik denk dat er in Nederland een jaar of 2, 3 geleden één verkeerde keuze is gemaakt. En dat is dat er een deur is geopend voor ouders om met het loslaten van de CITO-score bij de advisering. Nou, niet iedereen zit misschien in die wereld, maar met het loslaten daarvan is er een redelijke druk ontstaan. En ik kijk even naar links of je begint te knikken of dat je zegt eens. Oké, heel goed. Een enorme druk ontstaan vanuit ouders die hun kind zo hoog mogelijk in het onderwijssysteem willen hebben. En ik heb niets tegen kansen en ik heb niets tegen ambities. Maar ik vind het wel heel zielig als je dan kinderen hebt die dan dat niet halen en dat ze het idee hebben dat ze er dan niet bij horen. Ja, want ik heb laatst inderdaad nog een artikel gelezen ook dat ouders zich enigszins schamen op het moment dat hun kind naar het VMBO gaat. Ja, het dus doet het, dat hoor je vaker. Ja, het doet het op feesten en partijen niet goed. En het is niet eerlijk voor de kinderen die dan vervolgens wel op het VMBO zitten. Nee. En ik vertel tegen de kinderen van, nou ja, als ik nu op het voortgezet onderwijs had gezeten, had ik dus ook op het VMBO gezeten. Zo van, ja, weet je, dit is geen doodlopend spoor. Dit is een hele mooie start. En nou, als ik over, ja, ik weet niet precies hoe lang dat nog duurt, maar op het moment dat ik in een verzorgingstehuis, als ze nog bestaan tegen die tijd, maar als ik daar terecht kom, dan weet ik wel van wie ik graag de verzorging krijg. En dat is, met alle respect, maar niet de ateneumleerling die een boek heeft opengeslagen en uit het boek gaat voorlezen wat er moet gebeuren. Dus dan wil ik echt degene die zo zorgzaam is, die nou, ik had vorige week een meisje die dus ook aan het koken was voor de wijk en die dan de vraag stelt aan de docent van, goh, zou die mevrouw het wel lekker vinden wat we koken? En dan denk ik van, ach, je bent zo'n goed mens nu al. Dan ben je 15, 16 jaar. Dan ben je daarmee bezig. Mensen zijn blij dat ze maaltijd krijgen. Ja. En dan vraag jij je af of ze het wel lekker vinden. Ik denk dat we dat als antwoord dit zijn op toch jouw wel vraag, voorbeelden. Die waardering ja, heel erg nodig. En hoe kunnen we dat bereiken? Dat bedoelt, je gaat het niet bereiken door de naam VMBO te veranderen. Nee. Maar hoe wel, denk je zelf? Ja, als ik het antwoord had, dan had ik hem heel graag gegeven. Maar het gaat om beeldvorming hier, hè? Ik denk dat is altijd heel ingewikkeld en moeilijk. Ja, en ik denk dat de huidige minister daar een aardige aanzet toegemaakt heeft met in ieder geval een artikel waar hij over zijn eigen kinderen spreekt. Dat is een heel mooi klein beginnetje. Ja. Maar als meer mensen dat doen, verandert het beeld misschien. Arie Slob is wel een goede minister. Ik denk ook dat in goede start. In taal zit natuurlijk ook best wel wat. Hè? Dus hoe we erover praten. Hoog opgeleid, laag opgeleid. Ja. Daar zit al heel veel waardeoordeel in. Dus wij hebben in de Kamer ook wel een pleidooi gehad om te praten over praktisch en theoretisch opgeleide mensen bijvoorbeeld. En ook meer rolmodellen laten zien. Ja. Hè, ik denk dat een heleboel mensen die nu op een ROC zitten het heel cool vinden om te zien dat Yassin wethouder is. Hoe cool is dat? Dat je dat kan. Ja. Wim, stel je voor hè, dat jij nou minister van Onderwijs zou zijn. Wat zou je dan meteen veranderen? Ik zou het salaris onmiddellijk rechttrekken. Er zat net iemand van de TU hiernaast. Ik snap ook niet waarom die mensen meer moeten verdienen. Als je in het onderwijs werkt, werk je in het onderwijs. Basisonderwijs of middelbaar onderwijs is net zo moeilijk als werken op de universiteit of de hoger beroepsonderwijs. Dat zou ik doen. Mm-hmm. En ik zou zeker, want dat is wat Lodewijk net ook zei, die talenten, die moet je aanboren. En dat kan alleen als die klassen toch niet te groot kleiner zijn. Bedoel, er zijn ook allerlei onderzoeken die zeggen, ook grote klassen bereik je net zo goede resultaten mee, maar dan ga je niet die talenten van die leerlingen naar boven halen. Dat zou ik zelf wel heel erg snel proberen te realiseren. Kirsten, heb je het gehoord? Ja, ik heb het zeker gehoord. Goed zo. Dan sluiten wij hiermee af. Dank je wel allemaal. Graag gedaan. Danny, Arjan. Dankjewel. Ja, en Kirsten. Ja. Mooi.
Ja, we gaan strakjes door met de derde tafel en tevens ook de laatste tafel. Dus neem lekker uw drankje gewoon mee naar uw plaats. En dan vraag ik hier aan tafel Toon Gerbrands, directeur van PSV. Jawel, daar mag voor geapplaudisseerd worden, zeker weten. Angelo Martinez van Mad Skills, daar ben je Angelo. Ook even een applausje natuurlijk voor Angelo. Lodewijk Ascher, die mag ook weer plaatsnemen aan tafel. En Wim Daniels, mijn tafelheer van vandaag. En wat ik al zei, u mag plaatsnemen hier op de stoelen met uw drankje. Dat is helemaal geen enkel probleem. We gaan verder namelijk met hele mooie initiatieven hier in Eindhoven. En dus mooie initiatieven en bondgenoten, dat staat nu centraal bij deze derde tafel. Ja, want we hebben het eigenlijk over verbindingen en sport en cultuur. Dat zijn natuurlijk van die belangrijke verbinders. En daar willen we toch ook op deze avond even bij stilstaan. Laten we om te beginnen eens even kijken naar dit filmpje. Mooi. Ja. We leren respect voor elkaar te hebben. We leren natuurlijk ook beter voetballen, samenwerken. En dat we ook beter moeten luisteren. En, het is kei leuk om bij PSV te komen. Het contract moesten we ook bij PSV tekenen. Dan moesten we bijvoorbeeld aan onze voeding letten. En respect voor elkaar hebben. We gaan ook nog een keer naar de hertgang. Daar traint PSV. Dan gaan we daar een kijkje nemen. Ja, Toon Gerbrands, dit gaat natuurlijk over PSV United. Kunt u ons wat meer vertellen over dit project? Ja, het zijn projecten die in wijken plaatsvinden. En wij proberen, we hadden het net over talenten. Kijk, iedereen heeft zijn eigen talent en sommigen die hebben wat meer steun nodig eventjes. En als PSV zijn we natuurlijk een maatschappelijke organisatie. Dat veel mensen denken de voetbalclub is, maar we zijn 300.000 mensen die iets in deze regio met PSV hebben. En natuurlijk, we proberen elke zaterdag te winnen of zondag en de punten binnen te halen. Maar de impact die we kunnen hebben op de rest van de maatschappij is ontzettend groot. En Eindhoven is een mooi voorbeeld hoe dat gaat, ook samen met de gemeente, ja. Met heel veel andere partijen. Ja, in dit geval zeggen we tegen de kinderen, we gaan een voetbalelftal maken. We gaan het een beetje doen zoals PSV dat ook doet. Dus hij vertelde dat mag een contractje tekenen. Er komen ook trainers van PSV die komen helpen. En wat er dan gebeurt, is sociale cohesie van die groep gaat omhoog. We proberen wat gedrag wat eigenlijk niet helemaal past in de goede manier te krijgen. Dat doen we overigens ook met normale profvoetballers, hoor, want dat gaat wel eens een keertje mis. Ja. Dus proberen we ook een beetje erin te krijgen. En hoe doen jullie dat dan bijvoorbeeld? Met die kinderen, met die jeugd? Wij proberen ze uiteindelijk, want een elftal heeft natuurlijk allerlei groepprocessen. En uiteindelijk willen ze trots zijn op hun wijk. Ja. Want daar is een elftalletje en die doet dat goed. En we zijn nu al zo overheen dat jonge jongens die hier ooit begonnen zijn, nu de trainers zijn van de nieuwste groep alweer. Dus je ziet, die gaan die trots overbrengen. Maar we gaan ze gewoon dingen vertellen. We gaan het over voeding hebben, we gaan het over gedrag hebben. Samenwerken is een beetje van jezelf, geef je weg voor het grote geheel. En ja, dan krijg je echt een soort trots. En ja, dat is eigenlijk fantastisch om te zien. De jongens die in zo'n wijk, ja, die vinden het prachtig om dan daarbij te horen. En ja, dan zie je dat PSV een mooi merk is. Daar kunnen we heel veel mee doen. En we hebben op dit moment denk ik zo'n 20 projecten lopen. Alleen dit is een van de 20. Ja. Op allerlei gebied. Dus dat, in dit geval is jonge mensen. Maar we hebben het ook voor walking football. Mensen boven de 60 die dan... hoe het voetballen, maar dan niet meer mogen hardlopen. Mm-hmm. Wij doen het ook voor mensen die weinig uit huis uitkomen. Dus op allerlei manieren proberen wij daar een bijdrage aan te leveren. En we zeggen wel eens iets over die sporters. Maar in het programma zit dat gewoon standaard in bij ons. Die sporters die gaan gewoon mee en die gaan gewoon helpen. En als ze dat niet willen, moeten ze geen contract tekenen met PSV. Precies. Dat is maar duidelijk. Ja. Maar even voor mij, kiest PSV United de wijken uit of komen de wijken als het ware naar jullie toe? Nou, wij hebben daar een hele samenwerking mee. Dus alle mensen die zeg maar maatschappelijk betrokken zijn hier, 5-6 partijen kan je ze opnoemen, die zijn allemaal bij betrokken en we gaan gewoon kijken waar kunnen we dat beste doen. Ja. En, zoals Johan Cruijff dat eigenlijk ook deed met zijn velden in Amsterdam en eromheen. Ja, alleen wij dat systeem. Ja, maar wij zorgen alleen voor echte begeleiding. Dus ik leg een veldje neer en dan gaat iedereen met precies, voetballen. Precies, dit gaat verder. Wij gaan verder. Wij gaan ook met gedrag. We zorgen dat ze een... zelfvertrouwen gaan krijgen. Want je helpt natuurlijk best mensen die eigenlijk dat setje nodig hebben. Maar het is gewoon een vorm van talent. Ze zijn ergens goed in. Dat moet je zien te ontdekken.
En het eigenlijk gebaseerd op iets wat eigenlijk te weinig in Nederland is, is oprecht interesse in mensen. Dat heb ik kijk, al, dat nee, daar mag u voor klappen, nee, zeker. Maar, ja, maar ik doe dat om... Ja, maar u krijgt toch even applaus. Ja, maar ik doe dat ook een pleidooi voor op wat hoger niveau. Want ik vraag wel eens aan mensen, bent u geïnteresseerd in mensen? En in jonge mensen? En kijk, de politiek kan er volgens mij ook nog wat nodig van leren. Want als je dan zegt van hoeveel mensen stemmen nou tussen de 18 jaar en 25 jaar op de Partij van de Arbeid? Wat interesseert die mensen? Nou, als je het in de politiek bekijkt, en dan moet je dus boeken van de INZ-generatie gaan lezen en echt in verdiepen. Wij doen dat, want de jongens van 18, als die de bal erin schieten, vinden jullie mij een goede directeur. Dus ik moet hun proberen aan de praat te krijgen, dus ik moet ze snappen. En dus wij zijn de eerste die daarmee te maken krijgen. Politiek is al lang bij deze jeugd niet meer links en rechts denken. Deze bepalen per onderwerp hun standpunt. Dus ik wil ze zijn voor het milieu, ze gooien geen papiertjes, maar ze schrijven 130 als donker is. Want ja, waarom zouden we dat niet gaan doen? En dat per onderwerp hun standpunt bepalen, ja, dat is niet meer links en rechts. Ze zijn soms ontzettend rechts. En sommige dingen zijn ze zeer sociaal en links. Ja, en daar worstelen ze mee als ze moeten gaan stemmen. Ik denk, mooi bruggetje, maar... Nee, dat is een heel mooi bruggetje, nee. Maar ik had namelijk ook nog een bruggetje. Wat is dit eigenlijk een uniek concept van... Dit doet Ajax niet, bijvoorbeeld. Ja, Ajax doet ook heel veel dingen. Oh, en FC Twente doet dingen. Dus ik durf te zeggen dat de hele Nederlandse voetbalsport... dat op een gegeven moment wel heeft gesnapt hoe dat zit. Engeland doet er ook. We zijn ook naar Engeland geweest om daar te kijken, om daarvan te leren. Dus ik denk dat mensen die in zijn algemeenheid, vind ik, een voorbeeldfunctie hebben... die horen eigenlijk iets terug te doen. En bij voetbal is het natuurlijk makkelijk omdat iedereen dat volgt en de grootste sport in Nederland is. Dus is het makkelijker voor ons om dat te doen. Mm-hmm. Maar goed, kijk, we hebben dan ook, om een heel klein voorbeeld te geven, en dat was eigenlijk wel heel mooi om een keer te constateren. Jeroen Zoet werd een keer maatschappelijk sporter van het jaar. Hadden ze 3 genomineerd. En die zei, ja, dan mocht hij voor een project €50.000 besteden. Hij zei, hoe kan je nou een competitie doen wie de beste maatschappelijke sporter is? Dus de 2 collega's heeft hij gewoon ook €17.000 gegeven. Ook voor hun project, want daar ga je geen competitie over maken. Daar ga je niet mee scoren. Dat doe je gewoon. En in Brabant lopen we daar, moet ik eerlijk zeggen, ja, misschien kan je uitleggen hoe dat werkt. Maar als wij iets geven aan het goede doel, dan gaan we dit niet mee koketteren. Dus we hebben een paar van die projecten, dat zijn ongeveer de best bewaarde geheimen van Eindhoven ongeveer. Omdat wij daar niet mee scoren. Wij doen het, we geven het terug. En daar laten we het dan bij. En met andere woorden, PSV is niet beter omdat we 10 sociale projecten gaan doen. Nee, dat is onze instelling. Het is wel mooi, hè, Lodewijk, dat dit soort initiatieven er zijn gewoon in een stad als deze. En dat de overheid zich daar eigenlijk helemaal niet in hoeft te mengen verder. Nou ja, en de magie van zo'n jongetje die zegt, ik heb een contract getekend bij PSV. Ja. Dat is natuurlijk de vertaling van de jongensdroom, en trouwens ook de meisjesdroom, die velen van ons delen. Als je dat gebruikt, niet alleen voor het grote geld, maar, en dat is heel mooi wat je zei, om oprechte belangstelling te tonen, ja, dan verander je het leven van zo'n jongetje. Dan verander je ook, als je het goed aanpakt, zo'n wijk. Ja. En dat vind ik wel echt een hele mooie rode draad in hoe Yassine in de wijk rondloopt. Maar ook een voetbalclub en trouwens ook een docent die precies hetzelfde doet. Echte belangstelling betekent niet in een hokje stoppen, dus inderdaad ook geen links-rechts. Trouwens niet alleen jongeren bepalen per onderwerp een standpunt. Ongeveer iedereen doet dat. Dus daar moet de politiek ook aan wennen. Is niet meer... Zoals vroeger. Maar wat het land mooier maakt, echt mooier. En daar mag je best wel wat meer mee koketteren van mij. Want als je er wat meer over opschept, voelen die andere clubs zich ook gedwongen om het ook te gaan doen. Is belangstelling tonen en dat ook organiseren. Niet alleen maar in je eigen persoonlijk leven. Maar als organisatie die sterk is, waar 300.000 mensen wat mee hebben. Organiseren, dan verander je een stad. En ik denk de tijd dat iedereen kijkt naar de overheid, wil je alles regelen. Dat bestaat niet. De tijd dat de overheid wordt afgekraakt en zo klein mogelijk moet worden, die moet ook voorbij zijn. Nee, je zult het samen moeten doen. Vanuit hetzelfde principe. Dat als je belangstelling geeft... En ook door samenwerken. Dus we hebben de Brainpoort, maar we hebben ook een soort maatschappelijke Brainpoort. Want ook die bedrijven doen er mee, helpen ons, steunen ons, geven daar geld aan om dat te doen. Dus met andere woorden, die samenwerking, daar gaat het eigenlijk om. Want dit is ook niet alleen PSV. Dit zijn wel 6-7 partijen. Precies, er zit meer die zich allemaal bij verenigd hebben. Die hebben gezegd, we gaan allemaal onze eigen bijdrage leveren. En we zetten iedereen in waar ze goed in zijn. En daar kom je tot heel een fantastisch project. Vanmiddag op school vroeg ik, wat is je droom aan tafel? Aan die jongens met wie ik later dus ging voetballen, waar ze de beste beeld van hebben getoond, de rest niet. Ik vroeg, wat wil je worden? Zeiden allemaal profvoetballer. En toen vroegen ze mij, wat wilde jij vroeger worden? Ik zei, profvoetballer. Maar ja, dat zit er natuurlijk niet in voor ons allemaal. Maar dat wisten ze ook, waren ze heel realistisch over. Ja. Toen zeiden ze, nou ja, als wij ons best doen en ons talent vinden, dan komen we er ook. Ik dacht, nou, dat is een goede school. Toen kom je ook
doet mijn microfoon nog? Nee, ze hebben mij uitgeschakeld. Ja. Kom je ook nog buiten Eindhoven? Hier bijvoorbeeld vanavond zijn ook verschillende afdelingen van de Partij van de Arbeid uit de buurt. Laarbeek is bijvoorbeeld ook een geweldige gemeente. Want? Dat ligt wel weer dicht bij Helmond Sport, maar bedoel, kom je ook net buiten Eindhoven? Nou, het is zo op... Klappen ze nou voor jou, voor Eindhoven? Of voor Laarbeek in het bijzonder. Okay, ja, Wim, hij okay. Doet het weer. Ja, okay. Nou, het is zo dat wij willen dat... Kijk, het hele gebied van PSV is natuurlijk veel groter als Eindhoven. Als je de hele ziet, dat is een groot deel van Brabant wat natuurlijk ons support. Wij zijn hiermee begonnen in 2011, als ik het aan mijn hoofd even zeg. En wij zijn dat steeds... We zijn met een paar projecten begonnen, zijn we groter geworden. Dus wij hebben gezegd, ja, wij moeten eigenlijk ook naar de gemeente eromheen. Ja. Op dit moment niet, hoor. Zal ik eerlijk vertellen. Maar die kant moet dat absoluut op. Ja. Oké. Okay. Angelo, jij bent ook met een prachtig project bezig. Vertel het ons. Nou, ik hoop dat ik die spraakwaterval voor jou kan overtreffen. Maar het gaat niet om spraak, het gaat om de projecten. Het maakt niet uit hoe je het brengt. Nou, het heeft wel raakvlakken. Ja. Er is natuurlijk na sport heb je ook binnen een stad andere vormen van uitingen. En een van die uitingen waar Eindhoven heel sterk in is, is wij noemen dat als verzamelnaam urban culture. Ja. Voor de leek, breakdance, skateboarden, BMX'en. Allemaal dingen die, waar je eigenlijk de creativiteit van op straat vindt. Ja. En ik denk dat het ongeveer een jaar of drie geleden was dat ik in aanraking kwam met het Jeugdcultuurfonds. Die helpen kinderen die van thuis uit niet de middelen hebben om aan cultuur te doen. Ja. En ze kwamen naar een van onze events waar kinderen dansten. Dansen tegen elkaar. Het is een soort competitievorm. En je moet je momentje pakken op die dansvloer. Mm-hmm. En daar waren zo'n 600 kids aan het dansen en dan hadden dat nog nooit gezien. En hun wisten ook niet dat die wereld bestond. En ze vroegen of wij daar een project van konden maken. En toen hebben we dus de Floor Shores ontwikkeld. En dat is begonnen in 5 steden. Ja. Iedere stad in Nederland heeft wel een goede breakdancer zitten. We hebben in Eindhoven zelfs wereldkampioenen gehad. En in Tilburg ook. Brabant is wat dat betreft heel erg, zit heel erg hoog in de urban culture, zeg maar. En we zijn, in die steden zijn wij die dansers gaan motiveren om met kinderen in de wijken te gaan dansen. En ik denk dat het ongeveer 1 week of 3 duurde tot alle lessen vol zaten. Ongelooflijk. En we zijn begonnen in 5 steden en nu hebben we er 11. En dat gaat echt van Groningen tot aan Maastricht en Eindhoven natuurlijk. En hoeveel jongelui zijn hier dan bij betrokken? Hoeveel kun je daar hiervoor enthousiasmeren? Hoe groot is die groep? We kunnen maximaal 20 in 1 les. Ja. En dat is ook hetgeen wat we doen. Dus er zit een max aan. Dus dat zijn 11 steden met 11 lessen van 20 leerlingen. Maar als je praat over de community eromheen, die is veel groter. Die is veel groter. Ja. Ik ga heel even naar Gabi. Gabi, jij hebt de microfoon die het doet, hoop ik. Ja. Gabi, Stichting Leergeld. Dat is voor mij geen onbekende trouwens hier in de stad, in Eindhoven. Die armoede, hè, in Nederland, hè, want daar hebben we het eigenlijk een beetje over. Hoe is dat nou als je het projecteert op Eindhoven? Nou, Eindhoven is niet zeg maar de stad waar de grootste armoede heerst. Hè, in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Noord-Nederland en Zuid-Limburg. Daar is de armoede het grootst. Maar moet je realiseren dat in Nederland 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede. En om iets concreter te maken, in elke klas zijn er dat 2 of 3. En dat zijn kinderen dus die vanwege de inkomenssituatie van hun ouders niet mee kunnen doen aan voetbal, niet mee kunnen doen aan breakdance. Die kunnen niet mee op schoolreisje, die kunnen hun verjaardag niet vieren en die hebben ook nooit een dagje uit. En Stichting Leergeld heeft als ambitie om juist die kinderen mee te kunnen laten doen. En ondertussen, nou ja, ik ben zelf hier gepioneerd in Eindhoven bij Stichting Leergeld. Momenteel zijn wij een landelijke organisatie met 100 stichtingen Leergeld. En het afgelopen jaar hebben wij 100.000 kinderen kunnen ondersteunen bij sport, cultuur en bij onderwijs. En dat... Fantastisch zeg. Ja, heel erg mooi. Nou, in dat onderwijs wil ik eigenlijk nog wel iets van zeggen, want dat is straks niet aan de orde geweest. Wij zijn natuurlijk allemaal voor gelijke kansen. En toen ging het eigenlijk over de belemmeringen binnen de inhoud van het onderwijsprogramma. Mm-hmm. Maar wij, 60% van onze aanvragen betreft momenteel aanvragen voor onderwijs. En dat betekent dat de kosten die ouders moeten maken in het onderwijs, waar dus het onderwijs zelf verantwoordelijk voor is, dat is een belemmering voor kinderen om mee te kunnen doen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, een kind waarvan de ouders het schoolreisje niet kan betalen. Dat was ook vrij actueel, hè, deze week. Is heel actueel. En dat is echt, er zijn heel veel scholen die het goed doen. Er zijn hele goede
oplossingen voor te bedenken. Ik vraag me af of een wet die het verbiedt of dat de oplossing is. Maar scholen zijn best bereid om daar iets aan te doen. Het begint bij bewustzijn. Alle financiële drempels die je opwerpt, en met name op scholen. Wil je dat daar de tweedeling begint? Volgens mij is dat het ergste wat een kind kan overkomen. Wij spreken nu nog ouders die zeggen, ik was zo'n kind dat vroeger uit de bus gehaald is of niet mee kon. En ik voel het nou nog wat het toen met me deed. En ik denk, als wij willen dat wij alle kinderen gelijke kansen bieden, dan is het hartstikke mooi dat er projecten voor zijn en dat we allerlei voorzieningen hebben. Maar denk ook aan die financiën, want voor heel veel ouders is dat gewoon niet te betalen. Ik ben heel blij dat wij als Stichting Leergeld onze bijdrage kunnen leveren. En ik wil eigenlijk ook daar nog iets van politiek van maken. Als ja, heel kort. Ja. Ja, want het is niet voor niks dat tegen alle bezuinigingen in het vorige kabinet 100 miljoen vrijgemaakt heeft voor kinderen in armoede. 85 miljoen daarvan ligt bij de gemeente. En wij zien dat heel veel gemeentes dat geld heel goed inzetten voor kinderen. We werken samen met Jeugdcultuurfonds, met Jeugdsportfonds, met Nationaal Fonds Kinderhulp en Jager Job en Leergeld. En wij merken dus dat dat ook het afgelopen jaar geleid heeft tot een enorme toename. Juist door die samenwerking. Hè. Doe het samen. Vul aan waar de gemeente moet stoppen. En ik roep echt alle kandidaat raadsleden en kandidaat wethouders op in gemeentes waar het geld nog op de plank ligt. Roep je college op om dat geld in te zetten waar het voor bedoeld is. En laat die kinderen allemaal meedoen. Hartstikke goed, Gabi. Dank je wel. En heel mooi dat Stichting Leergeld ook zo ongelooflijk goed werk doet. 100.000, dat zijn nog eens aantallen. Angelo, waar ben jij, waar krijg jij nou de meeste kick van als je die kinderen allemaal zo bezig ziet? Nee, eigenlijk werd het net al gezegd, je moet van mensen houden. Ik ben van origine jongerenwerker. Ik heb hier in Woensel in de wijk heb ik gewerkt, dus ik heb gezien waar de meeste kids vandaan komen. En ik heb ook kinderen gezien waarvan eigenlijk gezegd werd, jij kan helemaal niks. En door ze gewoon een plek te bieden waar ze zichzelf konden ontplooien, hebben ze zich ontwikkeld tot dansers die de wereld overreizen. En dat zijn er niet honderden, maar het geeft wel een beeld dat als je de juiste aandacht schenkt, dat mensen in principe alles kunnen bereiken wat binnen hun mogelijkheden ligt. En voor mij is het gewoon, klinkt misschien heel cheesy, maar als mensen gewoon met een glimlach binnenkomen en met een glimlach gaan, ben ik eigenlijk al tevreden. Ja, dat is toch het mooiste. Wij zijn ook hele slechte ondernemers. Omdat, eigenlijk wat mevrouw net zegt, we geven lessen, onze docenten moeten betaald worden, maar de helft van de klas zit ook vol met kids die het eigenlijk niet kunnen betalen, maar die we ook niet buiten laten. Dus die zijn er gewoon. En vaak zijn dat ook degenen die heel goed worden. Omdat die een bepaalde drive in zich hebben, waardoor ze... om een voorbeeldje te geven, bij de Floor Shores heb je een hele mooie mengeling. Dat zijn dus kinderen uit goede gezinnen, rijke gezinnen, arme gezinnen, dikke kinderen, dunne kinderen, alles door elkaar. En dan zie je dat de kinderen uit de wat betere gezinnen hebben een heel druk schema. Die zitten op maandag op vioolles en dinsdag dat, en papa en mama zetten ze af en pikken ze weer op. En je ziet dat de kinderen die dat niet hebben, voor hun is dat het ding. Dus die gaan daar dag en nacht, zijn ze bezig om beter te worden. En dan zie je bijvoorbeeld het project dat we in Rotterdam doen, dat is in Rotterdam-Zuid. Daar praat je dus over 90% van de kids die daar zitten, komen uit een achterstandssituatie. Maar die hebben allemaal een enorme drive om goed te worden. En die zie je dat op het schoolplein doen, die zie je dat na de les, voor de les, thuis. De docent wordt, daar gaan ze aanbellen aan de deur van, hey, mogen we even muziek lenen of heb je even tijd? Dat is, ja, dat geeft een goed gevoel. Ja, dat kan me voorstellen. Dat moet een kick geven, inderdaad. En je hebt er ook niks voor nodig, hè? Je hebt een muziek nodig en een gladde vloer. En in dat geval heb je heel PSV weer nodig. Ja, moet je zien, hè? Groot en klein. Het werkt allemaal en het doet zo ongelooflijk goed werk. Ja, het werkt ongeveer hetzelfde, hè? Want ja. Veel mensen weten het niet, maar binnen die breakdance scene heb je ook idolen. En die idolen zijn heel toegankelijk. Want dat zijn dezelfde jongens die in dezelfde studio trainen. We hebben vorig jaar een wereldkampioen in Tilburg. Die jongen geeft dus les aan die kids. En hetzelfde wat voetballers doen voor die jonge kids, is dat je hebt een soort rolmodel. En je ziet dan, bij PSV zie je het op televisie, bij Brekers op YouTube. Je ziet die jongens op hele grote podia staan. En dat je ook zoiets hebt van, daar kan ik naartoe werken. En dat is ook belangrijk, dat je een stukje breedte sport en ook waar je naartoe kan gaan. Dat is wel heel belangrijk, dat je een soort doel voor ogen kan krijgen. En dat is binnen al die disciplines, het wordt dadelijk ook Olympisch. Breakdance gaat nou jeugd-Olympische spelen, BMX gaat nou Olympische spelen, skateboarden gaat nou Olympische spelen. Dus er zijn weer allemaal extra doelen die je ze gewoon bij ze neer kan leggen. Van jij kan straks ook een gouden plak halen.
Maar het is toch mooi, hè? Al die initiatieven die hier toch geboren worden in Eindhoven en die allemaal werken en waar jullie mee bezig zijn met zoveel passie voor mensen, hè? Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Dat lijkt me ook niet altijd even makkelijk, Lodewijk, als je in de politiek zit, hè? Dat je mensen in zoveel verschillende soorten en maten en kleuren en wel of geen handicaps of wat dan ook, je moet er gewoon zijn voor allemaal. Ja, maar dat is toch juist. Net in de pauze werd ik aangesproken door een student journalistiek uit Tilburg. Zit daar achter, ik kan het allemaal niet zien door het licht, maar daar. Ja. En die heeft als opdracht om voor haar studie een sfeerverslag te schrijven over de gemeenteraadsverkiezingen. En die heeft de PvdA toegewezen gekregen, dus geluk voor jou. En die vroeg aan mij, ja, we zijn overwege de avond, maar het gaat eigenlijk helemaal niet over politiek. Ik dacht, ja, dat is interessant. Als je zegt, het gaat helemaal niet over politiek, want ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat politiek juist over dit soort dingen moet gaan. Het verschil wat je kan maken. Hoe zorg je er dan voor dat die initiatieven verder komen? Hoe ken je dan de mensen in de wijk? Hoe kan je helpen in plaats van dat wij verzinnen wat jullie moeten doen? Ja. Helpen dit soort dingen. Dat is politiek. Het is veel te belangrijk om alleen maar als een spel te beschouwen, Olympisch of niet, waar we op tv naar kijken. Dus voor mij is dit het mooie van politiek. En ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar ik weet wel dat dit verschil maken uiteindelijk het belangrijkste is wat je kan doen. En is dat ook hetgene wat je hen wil meegeven? Want alle mensen die vanavond aan de tafels hebben gezeten, die wilde jij hier heel graag hebben. Ja, ik wilde dat heel graag. Wat zou je ze dan mee willen geven? Ik zou eigenlijk willen schreeuwen van de daken. Hè, dus ik wil heel graag dat jullie podium groter is. Niet voor PSV of voor breakdance. Maar voor het feit dat je er bewust voor kiest om die kinderen te laten voelen dat ze een idool kunnen worden. Dat je dat verschil kan maken en dat je kinderen uit de armoede kan halen. Waarom? Omdat we allemaal in Nederland soms een beetje angstig zitten te kijken naar elkaar en te denken dat het niet meer bestaat. Dus we worden somber en cynisch en achterdochtig en we zien elkaar een beetje. Terwijl dit bewijst het tegendeel. En ik denk dat we juist veel meer met elkaar gemeen hebben dan we soms denken. Nou, we verlangen er allemaal naar om bijzonder gevonden te worden. We willen allemaal mensen tegenkomen die geïnteresseerd zijn. Dus schreeuw dit van de daken, want het maakt ons optimistischer. En het kan ook de politiek helpen om ook een niveautje hoger te gaan presteren. Ja, want als de politiek, en ik doe er zelf aan mee, dus ik zit niet op mijn collega's te katten, maar meer op mezelf. Ja, als wij elkaar proberen de loef af te steken met kleine slimmigheidjes, dan krijg je zo'n zaal niet voor vol. Dan is het wel heel politiek, maar je wordt er eigenlijk uiteindelijk weer niet bij. Als we dit soort dingen mogelijk kunnen maken, en dat gebeurt op lokaal niveau op heel veel plaatsen, dan is het iets moois. Dan is het iets waar je aan wil meedoen. En dan hoef je niet lid te worden van de partij, maar dan draag je je steentje bij. Heb jij ooit, Toon, overwogen om in de politiek te gaan? Ja, ik ben 3 keer gevraagd. En ik ben daar totaal ongeschikt voor. Denk je dat je niet, als je PSV kunt leiden, kun je toch ook een kabinet leiden, of niet? Ja, maar dan moet ik toch even van mijn dogma van de politiek af eerst hebben. Want kijk, ik zou zoiets hebben, ik probeer op mijn manier authentiek te zijn. En dan zou ik ergens moeten stemmen, omdat er een soort stemdiscipline is. Nou, dat is al niks voor mij, dus dan moet ik niet in de politiek gaan. Want dan zou ik gewoon tegenstemmen, omdat ik het niet mee eens ben. En dan zou je wel weten, welke partij ben ik nou gevraagd of niet? Nee. Maar nu ben ik dan toch wel benieuwd wat je dan zo'n Partij van de Arbeid congres, of congres een groot woord, wat je dan de mensen die hier zijn mee wilt geven voor de aanstaande verkiezingen. Wat doen ze dan, wat zouden ze moeten doen, zo'n Partij van de Arbeid? En als je nu het goede antwoord geeft, dan is het waar. Opgelost. Nee, maar nou ja, punt 1, ik ga 2 dingen erover zeggen. 1 is wat ik net zei van de huidige jeugd, dus dat zijn heel veel stemmers, die willen per onderwerp hun standpunt weten. Ja. Dus als ik nu zou vragen van hoe zit het met de Twitter-account van Partij van Arbeid? Ik heb het even nagekeken, dat is dramatisch. Voor als je ziet hoe groot ze zijn en hoe ze zijn. Dat vind ik een belangrijk opmerking. Dus dan kan je heel vaak je publiek vinden door. Kijk, we hebben dan 300.000 mensen. Ik heb er 25.000. Alleen omdat ik directeur van PSV ben. Ik heb er 40.000. Ja, daarom. Nee, maar. Nee, maar om aan te geven, dus jij geeft dingen weer, die worden geretweet. En dan heb je zo'n 300.000, 400.000, 500.000 mensen die volgen wat jij dus zegt. En dan kun je zeggen, is dat, moeten we er iets mee? Het antwoord is dus ja. Ja. En het tweede punt is dat ik denk dat mensen heel goed kunnen snappen waar partijen voor staan. En ik heb PSV eens een keer omschreven als hart met een D en hart met een T.
hard met de T is de harde topsportwereld. Daar moet je af en toe grenzen stellen. Overigens lijkt het net als opvoeden. De grenzen moet je af en toe stellen. En hard met een T is je houdt van mensen. Waar staat de Partij van de Arbeid dan voor? Als je moet kiezen tussen die twee, dan is de Partij van de Arbeid iets meer hard met een T. Althans, dat denk ik. Dus aan de andere kant zoeken mensen ook wel eens hard met een D op. Van, dan moeten wel eens grenzen worden gesteld. Dus als er asielzoekers zijn, moet je ze wel binnenlaten. Je moet ze opvangen. Dus dat is hard met een T. Maar niet onbeperkt. Nou, en daar heeft de Partij van de Arbeid moeite mee. Althans, dan ga ik even heel politiek worden, maar als je dus zo zegt, hoe zit dat nou? Een duidelijke boodschap, veel meer communiceren over kleine onderwerpen die dagelijks in de praktijk zijn. En gewoon die achterban organiseren. En ja, het vervelende is dat de enige die dat doet, en dat moet ik oppassen, want ik stem er zeker niet op hoor, is Wilders. Die is de enige die twittert en die gooit alles erin, heeft ook alles een mening. En iedereen volgt dat ook, hoe dat in elkaar krijgt, ook alle publiciteit in het hele verhaal. Ik nogmaals, laat even duidelijk zijn dat ik er niks mee heb, maar hoe hij de media aanpakt, dat is een moderne manier van communiceren met de maatschappij. Dus Lodewijk, bemoei je met de Twitter-account van de Partij van de Arbeid? Nou, ik heb in ieder geval zelf een Twitter-account wat best groot is. En wat ik heel leuk vind, ik was in dat Philips Lyceum vanmiddag en kwam een jongen naar me toe en die zei, jij zocht nog een plek om te schaatsen vanmiddag. Ik zei, hoe weet je dat? Ja, ik zag het op Instagram. Dus die zei, nou je moet daar en daar gaan, je kan hier in de buurt van Eindhoven. Ik zei, nou we gaan naar Nuenen. Maar dus, Toon heeft in die zin... Als je het wil bereiken, moet je Twitter links laten naar Instagram. Ja, dat is ja maar wat bedoeld wordt is het merk Partij van de Arbeid. Waar Toon gewoon gelijk in heeft, is dat uiteindelijk... Je kunt niet de hele tijd verwachten dat mensen zich in je gehele programma verdiepen. Je zult zichtbaar moeten zijn waar mensen zijn. In mijn visie is het veel meer dat waar maatschappelijke beweging is, daar moeten wij staan om te steunen of tegen te houden. Dus als PLO een actie voert voor de onderwijzers, dan moeten wij niet zeggen, willen jullie bij ons? Nee, dan moeten we ze steunen. En dan merken die leraren vanzelf, hey, wij strijden voor hetzelfde doel. Dat is moderne politiek. Wilders is aan de ene kant een heel goed voorbeeld, want hij is heel effectief in het bespelen van de media. Aan de andere kant is hij een ongelooflijk ouderwets politicus, want hij kan niet tegen inspraak en niet tegen kritiek. En als je iets terugzegt, word je geblokkeerd. Dus in die zin, ja, in sommige opzichten heeft hij heel goed begrepen hoe je de media manipuleert. Ik vind moderne politiek moet alweer een stuk verder. Minder wij zijn de politiek, dus wil je naar ons luisteren, maar meer als onderdeel van de samenleving zelf. Maar ja. Dat is best een lange weg. Ja. Lodewijk, heb jij tot slot nog iets te zeggen? Wil je nog iets kwijt? Nog even, een laatste afsluitertje. Ja, nou, ik wil vooral heel erg mijn gasten bedanken. En mijn gasten zijn de mensen hier aan tafel zitten en de mensen die hier eerder hebben gezeten. En Gaby en Yassine. Omdat, nogmaals, de politiek veel te belangrijk is om te zien als wat niet van ons is. Dat is van ons allemaal en het gaat over je dagelijks leven. En ik vind verkiezingen, zeker voor de gemeenteraad, laten we even één moment stilstaan bij de mensen die in de lokale politiek zitten voor jou. En die in Helmond en in Laarbeek en in Nuenen en hier in Eindhoven daar dag en nacht voor in touw zijn. Die kiezen er ook voor om zich in te zetten voor anderen. Er worden geen gouden medailles gegeven, sterker nog. De meeste lokale politici hebben helaas tegenwoordig te maken met bedreiging en scheldpartijen. Terwijl het zijn de mensen die op hun manier de samenleving mooier maken. Dus mijn oproep is echt, als je weer zo'n verkleumd type voor de deur ziet staan, niet schelden, maar een knuffel geven en een warme kop koffie. En de tweede oproep is, aan iedereen die je kent, zeggen 21 maart verkiezingen, ga je stemmen. Omdat we in een land leven waar je vrij mag kiezen op wie je gaat stemmen. Omdat dat een heel groot goed is, dat een zeldzaamheid is. Je wijst de mensen aan die voor jou dat gaan doen. Ga daar gebruik van maken. En mijn derde oproep is, als je dan toe gaat stemmen, kies dan mensen die proberen uit te dragen wat we hier met elkaar hebben besproken. En die kunnen ook bij andere partijen zitten, dat weet ik. Maar ik ken een heleboel die bij ons zitten. Dus als je in Eindhoven woont, stem dan op Yassine. Als je in Helmond woont, stem dan op Mo. Als je in Nuenen woont, stem dan op Jan. Prins Carnaval die ik daar vandaag heb ontmoet op de ijsbaan. Ga stemmen, vertel het voort en voer campagne niet zozeer voor een partij, maar voor een ideaal. Voer campagne niet voor een raadzetel, maar voor het soort samenleving wat je wil. Het soort stad waar je in wil leven. En dan kan je verschil maken. Deze mensen maken op hun manier verschil in het dagelijks leven van jongeren. En ik vind dat iets fantastisch en ik ben ze heel erg dankbaar voor. Maar ik ben jullie ook heel erg dankbaar voor het feit dat we hier vanavond dit gesprek hebben kunnen voeren. Ga stemmen, zeg het voort, voer campagne en ga winnen. Dank jullie wel. Dank je wel, Lodewijk.
Ja, beste mensen, u mag nog niet gaan voordat ik ook mijn tafelheer het woord heb gegeven. Wim. Nou, ik moet toch, omdat Toon naast mij zit, zeggen dat ik wel heel veel aan PSV heb gehad ook. Ik ga vrij geregeld naar PSV. Dat komt omdat een vriend van mij, die heeft twee kaarten en die vraagt mij vrij geregeld mee. Dat is een gynaecoloog. En soms dan dwaal ik af naar die gynaecoloog die daarnaast mij zit. En toen heb ik een tijdje gevraagd van, wat doe jij nou eigenlijk als gynaecoloog? En toen heeft hij mij dat uitgelegd en ik dacht, het is toch raar dat ik daar zo weinig van weet. En toen ben ik om me heen gaan vragen. Bijna niemand wist hoe dat in die baarmoeder werkt. En toen hebben de gynaecoloog en ik samen besloten, omdat het toch onze starterswoning ook is, om een boek over de baarmoeder te schrijven. Dus op de tribune van PSV is vorig jaar een boek over de baarmoeder ontstaan door de fameuze gynaecoloog Dick Schoot, die nu bezig is zelfs in België met baarmoedertransplantatie, en mij, de baarmoeder. En om terug te komen op de breakdancer. Ik was zelf ooit een breakdancer. En toen kwam ik nog heel veel namens de Stichting Schrijverschool Samenleving, omdat ik ook jongere boeken schreef. Hebben beelden van? Op middelbare scholen. En toen merkte ik hoe belangrijk dans voor die scholieren is. Hoe fantastisch ze dat vinden als je daarmee bezig bent en als je dat zelf ook kunt. Dat vind ik geweldig, ja. Zeker. En tot slot dan, de Partij van de Arbeid afdeling Laarbeek. En Laarbeek is een fusiegemeente van Lieshout, Beekendonk, Mariehout en Aalrikstel. Daar staan op de eerste drie plaatsen 3 vrouwen en bij de eerste 10 staan 6 vrouwen. Dat vind ik heel erg goed. En een van de mensen die hier vanavond is, Hans Strijbos, is iemand die zich al 40 jaar in Laarbeek voor de Partij van de Arbeid inzet. Geweldig. Hartstikke mooi. Wim, dankjewel. Ja, ik wil u ook... ja, zeker. Even een applaus voor Wim Daniels. Ik wil u ook allemaal ontzettend bedanken dat u hier bent gekomen. En ook iedereen danken die hier natuurlijk vanavond aan de tafel heeft gezeten. Yassin, ja, jongen, echt. Ik wens je echt alle geluk van de wereld. Ik hoop echt dat het dat allemaal... Ja, het gaat goed komen, hè? En na vanavond weet je het zeker, toch? Goed zo. Wel thuis. U mag natuurlijk nog even blijven om iets te drinken. De band gaat natuurlijk nog wat spelen. Maar even één belangrijk dingetje. Het is glad buiten. Dus zorg er vooral voor dat u vanavond weer veilig thuis komt. Heel graag. Tot de volgende keer. Dag.